Hallo, 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 goedenavond iedereen en welkom bij de 30e aflevering van de enige echte Pragalicious Live podcast, videocast, met ook vandaag weer een sterrencast, want vandaag uit de cast gekropen voor deze aflevering, Aaron Sagara, Arno voor de vrienden. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Je had La Mertale Tuyau, zeggen we in het Frans. En ook uit de kast gekopen vandaag de weer al mooi gekapte potverdomme. Man, uw haar ziet er vandaag toch weer fantastisch uit. Net als uw Snorovic Volnir. En wie zie ik in de chat al komen? Swanneby, Jonas Deeltjes, Razer, underscore, BE, Arno Frisch. Altijd, komt altijd fris voor de dag. Tim Verbeeren en Restream.io. Ah, maar dat is het streamingprogramma dat we gebruiken. En hier Aurelien en niet Aurelia Klippelaar. Hallo, kus. Oké, boys and girls. Waarmee gaan we beginnen? Ik stel voor dat we met een van de gespreksonderwerpen van deze avond toch de eerste trailer ook zeker waarschijnlijk. En de verhaaltrailer van de Star Wars Outlaws. Mm-hmm. Ik heb hem gezien, ik heb de allereerste Star Wars film gezien in 1977. Ik zeg het, dat was in een lokale cinema hier in Ullaert. Ik was toen nog geen 10 jaar oud. Maar ik zeg het nog eens, het bekijken van die film heeft mijn leven getekend. Ik heb al de films gekeken, spin-offs, spinazies, spinsalamis. Alles wat met Star Wars te maken heeft, ook heel veel Star Wars games gespeeld. En als er één ding is waar ik altijd wel zo'n beetje stiekem van gedroomd heb, dan was dat om zo zelf in dat Star Wars universum te kunnen rondlopen. Ik heb wel een paar jaar geleden MMO gespeeld daar, Knights of the Old Republic. Maar ik zeg, in die tijd speelde ik vooral alleen. En zoals we geleerd hebben, is alleen maar alleen. Ik heb ook al het koopgame pas het laatste jaar misschien ontdekt, dankzij Wolnir, meneer Rolofsson, Razer en Aaron. Maar om nu echt eens zo te kunnen rondlopen in dat Star Wars-universum, want het is eigenlijk een open wereldgame, het is een singleplayer game eigenlijk zeker, het is singleplayer game. Ja. Het is eigenlijk een van de eerste games van Star Wars dat echt een open world wordt, maar... Het gaat, op basis van een storytrailer kun je weinig zeggen, maar ik denk wel dat echt een typische Ubisoft game wel gaat worden. In die zin van, je hebt uw map, je hebt uw icoontjes, en al die icoontjes keren op elk gedeelte van de map waarschijnlijk terug. Op zich, ik heb daar nooit problemen mee gehad. Met Rise of the Ronin staat eigenlijk ook nu. Ik doe dat wel graag, en mensen die dat niet willen doen, laten dat links liggen. Hè. Die spelen gewoon de story. Maar wat mij vooral opviel, was de prijs van de game. Allee, je hebt drie versies die sinds vandaag de pre-order zijn. De game verschijnt trouwens op 30 augustus, de Standard Edition. Maar de Gold Edition, denk ik dat het noemt, en de Premium Edition kosten respectievelijk 110 en 130 euro. Je krijgt er natuurlijk wel wat voor terug. Je krijgt de Season Pass, die meestal in Ubisoft hun games 30 of 40 euro kost afzonderlijk. Ja. Dat wil zeggen dat meestal brengen die zo'n 2 tot 3 story DLC's uit. Die zitten er dan wel natuurlijk inbegrepen. Je kunt 3 dagen eerder spelen. En je hebt heel wat skins en zo van die packs die je krijgt. Mm.
Maar ja, ze stappen nu wel af van 120 naar, en ze gaan naar €130. Hè, want meestal kosten Ultimate Editions van bijvoorbeeld een Far Cry van een Assassin's Creed kost 100 en 120. En nu is het 110, 130. Wat dat wil zeggen dat ze... En ook een Standard Edition gaan van €60 naar €70. Dus ze zijn wel €10 omhoog met hun prijzen, Ubisoft. Standard Edition van €60 naar €70, als je ziet, de meeste games tegenwoordig rond de €80, dus dat valt nog mee. En ik denk ook wel, in het geval, het is een Star Wars game, als ze dat echt goed aanpakken, en uiteraard is er de licentie waar ze voor moeten betalen, of hebben moeten betalen, dus dat geld ze ook wel op een of andere manier willen terugverdienen. Maar ik hoop, enerzijds hoop ik dat het een beetje een, hoe moet ik het zeggen, de aanpak van Assassin's Creed gaat worden in een Star Wars jasje, of moet ik zeggen Star Wars in een Assassin's Creed jasje. Uitgebreide wereld waar van alles in te beleven is. En anderzijds hoop ik het ook van niet, in de zin van dat ik hoop dat het toch zijn eigen smoel zal behouden. En dan heb ik het niet alleen over de naam Star Wars, maar gewoon over alles. Snap je zo'n beetje wat ik wil zeggen zo? Ja, absoluut. Het, voor mij hoeft het ook geen gamer te gaan worden van 100 uren. Ja, gelijk Assassin's Creed Valhalla bijvoorbeeld, dat vond ik wel iets te lang. Mirage was iets te kort. Ja. Qua speeltijd vind ik eigenlijk zo'n Far Cry 6 ideaal. Mm-hmm. En Arno, dat is een singleplayer game, dat klopt. Maar de Season Pass bij Ubisoft Games wil eigenlijk gewoon zeggen, je krijgt dan de 3 story DLC's, of 2. Ik weet niet, ze hebben dat nog niet aangekondigd. Gelijk bij Assassin's Creed, als je de Ultimate Edition had, dan hadden die Siege of Paris erbij en die andere, dat met die daar in Ierland, vergeet de naam nu even van die DLC, die zitten dan daarbij, waar je afzonderlijk toch bijna €20 of €30 het stuk voor betaalt. Ja. Dus Season Pass heeft niks te maken bij Ubisoft met een Battle Pass of zo. Nee, want hier staan bij de seizoenspas, die bevat inclusief 2 DLC's, de exclusieve missie Jabba's. Okay. Jabba, ja. Pas op, 2 DLC's, dus seizoenspas inclusief 2 DLC's. En ik vermoed dat ze daarmee bedoelen die exclusieve missie Jabba's Gambit. En dan dat cosmetic pack, Castle Runner Character Pack. Ja, en uiteraard ook het feit dat je 3 dagen eerder aan de slag gaat kunnen. Hè. Met de Gold Edition. Hè. Maar ja, ik zeg, uiteraard het was een story trailer. En die trailer had eigenlijk duidelijk de Star Wars vibe. En weet je, je zag uiteraard de stormtroopers. Er waren heel wat rassen die je herkende uit het spel. We hebben ook Jabba the Hutt gezien. En ik bedoel... ook Han Solo daarin zijn dingen, waarom daar bevroren is. Ik denk wel dat het voor de Star Wars fan een feest van herkenning gaat zijn. Ook de verhaallijnen, het speelt zich af, zeg het maar een keer, het speelt zich af tussen, wat heb ik hier verteld, blablabla, ik ga het even opzoeken. En ik zeg het best wel, als je een echte diehard Star Wars fan bent, dat tussen de gebeurtenissen van The Empire Strikes Back en Return of the Jedi. Ja. Samen met A New Hope, de 3 eerste die ik gezien heb en die eigenlijk achteraf kwamen in de saga natuurlijk. Hè. Maar ik zie ook op... Praga, zeg maar. Zo. Nee, zeg maar, doe maar voor. Nee, ik was even eens kijken op de website van Ubisoft. Er zijn 11 studio's in totaal die in dit spel werken, dus ik denk echt wel dat een van hun... Ja, topgames dat gaat zijn van de laatste jaren. Misschien samen met die aankomende Assassin's Creed, wat zich in Japan gaat afspelen. Maar ja, Massive Entertainment werkt hier aan. En dan nog 9 à 10-tal Ubisoft-studio's. Wie zit er rond? Ubisoft Montpellier weet ik dat een grote is. Parijs is een grote. Shanghai is een grote. En Toronto ook. Dus die werken daar wel allemaal aan. Dus ik verwacht... Eigenlijk heb ik wel heel hoge verwachtingen van dit spel. Maar ik denk niet dat het gaat zijn gelijk die in EA-games daar van Jedi. Grafisch gaat het niet zo mooi zijn als die spel. Daar ben ik wel al zeker van. Want Ubisoft... We hebben de verhaaltrailer. Dat was eigenlijk ene CGI-cinematic. We hebben nog niks van gameplay gezien. En even antwoorden op de vraag van
Tim Verberre nog niet op Steam voorlopig, zegt hem. Nee, het is enkel Epic Games en Ubisoft zelf. Ja, en de Ubisoft, de PC via Ubisoft Connect. Hè. Connect, ja. Ja. Op Steam kun je af en toe maar eens een game kopen zo, van Ubisoft. Nee. En meestal pas een paar jaar na de launch, want Valhalla en zo kun je nu kopen, maar dat is ook nog maar sinds 2 jaar of zo. Dat is meestal niet op launch. Nee. Ik had ook liever via Steam, maar ja, in dit geval is het dan Ubi Connect of Epic Games. Ja. Grote grote verschillen gaan er wel zijn, veronderstel ik, want je weet natuurlijk ook niet wat ze gaan doen in het verdere verloop van het spel, dat je deze keer met een Rebel speelt en niet met een Jedi. Ook. Dus gaat er deze keer misschien, alhoewel dat misschien op een einde van het verhaal wel kan veranderen, misschien geen lightsaber, allez, als personage zelf met een lightsaber gaan spelen. Hè. Dus dat er misschien enkel gaan met schietwapens of blasters en zo gaan spelen. Hè. Zou dat kunnen, een Star Wars game zonder lightsabers? Misschien enemies, misschien dat je bepaalde enemies hebt, maar ja, dan gaat dat met de vroeg zitten, hoe gaan die kunnen verslagen, want in principe kunnen die schoten afschampen, of afketsen. Dus, maar ik denk dat dat vooral het grote verschil gaat geven, like dat je dus een stuk encore, Yannick, met de Jedi games van EA, ja, ja. Dat je nou in de Rebel gaat spelen, of toch Rebel-achtig personage. Dus, en ik denk dat dat ook niet slecht gaat zijn bij zich persoonlijk, om dan ook eens een beetje misschien een andere vibe te krijgen in het Star Wars gegeven. Ik weet niet wat geluk er tegenover staat, maar... Ja, het gaat gewoon... Ja, als ik denk aan Star Wars games, denk ik natuurlijk altijd meteen aan die lightsabers. Hè. Maar ja, alhoewel, ja, bij die MMO speelde dat, heb je dat ook niet. Oké, dat is een heel ander genre, maar... Of ze moeten de keuze maken, naar gelang wat dat vooral in elkaar zit natuurlijk, dat zij misschien een soort van Jedi-training kan krijgen of dergelijke, en dat ze dan misschien toch een Jedi wordt, of misschien, wie weet, een Sith Lord wordt, of zo, of naar de Sith God. Dat is ook wel cool natuurlijk. Als het vooral een andere wending krijgt, en je wordt een slechterik op het einde. Ja, dat kan. Zou dat denken? Ja, dat zou toch cool zijn, moesten ze deze keer zoiets doen. Allee, vind ik persoonlijk, hè. Gaat ze dat doen, denk je? Dat weet ik niet, maar dat zou toch een grave optie zijn, denk ik zo. Ja, of dat je de keuze krijgt ergens in het verhaal. Ja, of eventueel daar, ja. Echt van, wat vinden van het verhaal eigenlijk? De KFS en dan Nix, dat is zo'n soort van biesje dat mee haar meeloopt. Ja. Hè, en die krijgen dan aan Bras met Sliro, de leider van een of ander crimineel syndicaat. Maar het is gelijk Tim ook zegt, er is wel al gameplay getoond, hè, van één bepaalde missie. En daar lag, vond ik toch vooral heel veel nadruk op stealth. Dat deed me ook wel een beetje denken aan Assassin's Creed. Je moet geen stealth toepassen, maar je kon die missie bijvoorbeeld volledig afhandelen in stealth. Dat is als ze er op het einde op die bike springt, zeker? Geweest, ja. Was dat niet dat? Zoals dat was geleden, zo. Dat was het allereerste dat we te zien kregen, hè? Maar was dat niet een combinatie van gameplay en cutscenes? Ik weet het niet zeker. Oh, onlangs ergens op een showcase hebben ze zo'n één volledige missie laten zien. Ik denk dat het afgelopen zomer was, of het najaar, ik weet het niet meer. Ja, het zou wel... Er is veel hoge verachting voor dit spel. Star Wars sowieso, hè. Die hebben een hele grote fan. Dat is hetzelfde met Marvel Games. Die verwachtingen liggen altijd heel hoog, hè, van die spellen. Nee. Ik hoop alleszins dat ze... ben ik misschien wel blij dat het een single-player game is geworden. Ubisoft, ze zeggen zelf zo van, they create worlds. En ik ben bezig op het vlak van werelden creëren. Als je dat ziet bij wat ze bij Avatar gedaan hebben, dat was toch wel keisiek gedaan, vond ik. De meeste Assassin's Creed games, die werelden op zich zien er ook wel goed uit. Er is van alles te doen. Je kunt je uren bezighouden. Anders zou ik zelfs nooit geen 200 uur of meer in games hebben gestoken als Odyssey, Origins en Valhalla. Weet je. Far Cry 6 ook, hè, op dat eiland. Dat was ook heel mooi. Hè? Absoluut, absoluut. Dus...
ik hoop, ik vermoed, ja, maar het blijft altijd wel Ubisoft, dat is zo'n beetje, eigenlijk zo gelijk als Nacon, die Franse ontwikkelaar uitgever Nacon, die maken ook soms goede games, dan heb ik altijd zoiets van, het is iets van Nacon, dat is zo'n vooroordeel van, het zou wel eens kunnen pikken. En nu bij Ubisoft, nou, als ze met Skull and Bones hebben uitgestoken, ook nog zoiets van, Ja, en spijtig is ook met Ubisoft nou, de Prince of Persia game van in januari, zeker dat was, qua verkoop duwt het ook niet wat ze verwacht hadden. Nochtans vond ik dan een topgame. Ja, blijf een niche genre dat. Hè. Ja, dat is waar. Dat is wel waar. Het is onbeschrijven als Metroidvania omschrijven willen. Ik zeg het zag, ik vond ook dat het er heel goed uitzag en heel tof om te spelen, maar ik kan dat niet, zo'n dingen. Ik kan dat niet spelen, zo'n dingen. Ja, ik ook niet. Maar... Ik heb daar echt van genoten. Ik heb dat ook op West. Met de reviews ik ermee begonnen. En ik denk, een dag of vier later was het uit. Ik denk ongeveer 25 à 30 uur had ik het uitgespeeld. De Platinum dan ook. Maar, ik vond dat een topspel. En ik vind dat wel spijtig. Als je dan ook weet, like dat je ook zegt met Skull and Bones. Ja, dat dan ook dat plan mislukt. Ja, wel wat te verwachten was natuurlijk. Nee. Maar als je dan eigenlijk... Praga, jij van Mirage. Je wordt over Mirage heel blij. Je wordt over Avatar heel blij. Dan breng je die Prince of Persia uit. Wat ook een heel goed spel was. Maar als je dan toch ziet dat ze met die drie goede games toch niet de verkoopcijfers zullen dan ze wouden, dan vind ik dat wel heel spijtig. Ja, maar het zijn ook geen... Het is geen Prince of Persia. Het is Prince of Persia, maar ik bedoel, het is niet de Prince of Persia zoals wij die kennen, de actie-avonturen games. Ja. Het is geen Assassin's Creed, het is geen Far Cry. Maar ja, zal we voor Praga dan ze kiezen voor het pad van Assassin's Creed en Far Cry? Dan zit er misschien weer een groot deel van het volk te zorgen van, het is eigenlijk Prince of Persia in Assassin's Creed of in een saus van Assassin's Creed bijvoorbeeld. En dan zijn ze een beetje van het pad afgewandeld. En uiteindelijk, als je de allereerste Prince of Persia bekijkt, is het eigenlijk min of meer zo wat begonnen ook op die manier. Oké, nou is dat veel moderner en uitgebreider en zo, maar dat was uiteindelijk ook vallen ontwijken en springen over platformen en dergelijke. Het is wel dat je zegt, dat is wel de Souls game ook. Hè. Oftewel zitten er voor, oftewel zitten er helemaal niet voor. En dat is met die Metroidvania ook zo. Hè. Ik doe dat nou wel heel graag en dat is mijn Souls games ook nog de laatste tijd. Zit ik daar ook terug volledig mee op die kar gesprongen. Dus Maar dingen, Massive Entertainment. Zijn dat ook niet die mannen dat jaren en dag geleden die Mad Max game ontwikkeld hebben? Ik weet dat die Avatar gedaan hebben samen met nog een aantal studio's van wacht, kan ik hier zien want ik weet niet of jij ooit die Mad Max game gespeeld hebt jaren geleden die was ook, als je die op de kop kunt tikken links of rechts die is op ding geweest op PlayStation Plus is die geweest. Ja, dat is echt... Dit is die van... ik zal een keer... Massive is van de eerste The Division hebben die gedaan, Far Cry 3 hebben die gedaan, Just Dance doen die. Maar ik zie dat niet staan. Mad Max game. Hè? Ja, Mad Max een game van een paar jaar. Was PlayStation 3 nog zeker? Hè? Ja, of 4 al. Dat is al. Kan een keer zien wie Warner Bros. Was de uitgever. Avalanche. Avalanche. En Avalanche zijn die dan van Just Cause. Ja, zo zit die elkaar. Van de Just Cause videogames. Daarvan heb ik eigenlijk enkel de eerste graag gespeeld. Die andere 2 en 3 was er al een beetje. Dat was al een beetje. Die heeft mijn ding mee. Trouwens, hoeveel mensen zijn nu Suicide Squad aan het spelen? Kijk eens. Ja, ik ben aan het kijken. Ik kan wel al zeggen, als ik toen van de week op Steam dat fantastisch spel aan het spelen was, de review van online is gekomen van waren er ongeveer 300 mensen online terug op Suicide Squad toen. Dus dat was gisterenmorgen. Wat gok je nu? Ik denk 400 max. Wat zeg jij, Praga? De vorige keer was het 800 vorige week. Ja, maar dat was met die dingen, hè, met die Joker. Wat er, Ik zou zeggen 395. Wat zeg jij, Oran? Ook 400. Max 400, denk ik, ja.
4,28. Dat is even lang, ja. Het zijn allemaal bots. Oh, of mensen die betaald worden om te spelen. Maar jongens, help ons statistieken een keer. Om statistieken naar omhoog. We hebben het nodig, Ja, maar het is dingen, hè. Wat was het nou weer? Ik zit zo op een Facebookgroepje van die Suicide Squad en ik had zien passeren er juist voordat de podcast begon, dat ze blijkbaar was nou de vierde of de vijfde uitbreiding van het spel en dan stoppen ze er al mee. Dus het is eigenlijk perfect terug Marvel, hè. Marvel's Avengers, hè, van toen, hè. Okay, net hetzelfde, Ik heb het ook gelezen. Ja. Ja, dat is eigenlijk zot als al te zeggen. Wacht even. Suicide Squad is DC. Zeg, de tweede keer al zo'n super. Zijn de mensen superheldenbeu, denk je? Ja. Goh, dat weet ik niet, want als je dan naar Spider-Man 2 kijkt, ja. Maar dan weet je op voorhand wel een fantastisch spel gaat zijn. Insomniac developed. Ja, alleen like de Suicide Squad game ook. Dat je gewoon van in het begin een slechte start gemaakt. Met die gameplaybeelden dat ze er vrijgegeven hebben toen. Iedereen sprong op de pony. Mm. En een jaar later, wordt die game dan uitgebracht. En we hebben ze dan eigenlijk veranderd. Ja, ik weet het niet. Maar allee, ik blijf erbij. Ik heb hem gereviewd. En ik vond, als je hem speelt gewoon puur voor de singleplayer en voor de story, dan heb je een ongenomen game om te spelen. Maar het duurt maar 8 uur, hè, de story. Ja, ik heb er langer over gedaan, Janneke. Ja. Ik heb ook zowel wat die riddles proberen oplossen en al. En zowel de sidequests en dergelijke aan toegewist. En ik heb bijzonder wel zeker dubbele dan gedaan om het uit te spelen. Ja, maar je zegt, jij is ook iemand die zo. Toch gelijk als ik bij Rise of the Ronin ook. Ik zit daar. Ik loop daar eigenlijk van links naar rechts over die map. Van icoontje naar icoontje naar icoontje naar icoontje. Dat ik zeg van. Zal ik niet aan denken van het verhaal te volgen? En zeg, ik ga het verhaal terugvolgen. Ah, een icoontje. En ik zit terug naar links. Maar je hebt mensen, die, als dat gezegd wordt, die enkel voor het verhaal spelen. En die zijn er. Vrij snel door, die, Is er een uur of vier, pakt een uur of zes als je gewoon het verhaal speelt. Ja, Cyberpunk ook, nou, blijkbaar. Ik heb er altijd alles gespeeld van die game. Dus elke sidequest, elk icoontje. Maar als je enkel je focus op die mainquest, duurt dat spel blijkbaar maar 8 à 9 uur. Wat ik mij niet kan inbeelden, want ik doe het telkens tussen de 60 en de 70 en zonder de Phantom Liberty deals. Maar als je enkel die mainquest zou doen, zit het erdoor. Hè? Want op een uurken of 8 naar het schijnt. Dat is bij heel veel van die games zo. Als je enkel mainquest doet. Mag ik zeggen, ik heb Cyberpunk ook het verhaal gespeeld en ik vond dat veel te overroepen. Echt waar. Ja. Onderschat is dat spel. Ik moet wel eerlijk toegeven, ik had een schomte voor mezelf, vind ik. Cyberpunk nog altijd niet gespeeld, maar was het vorige week of 2 weken geleden? Kostte in het weekend. Cyberpunk gratis speel. Ik heb dat op de PS5 aan het spelen geweest. Ik heb het naar de Yannick Tenoek gestuurd. Ik heb ook niet heel lang aan het spelen geweest, maar ik zoiets had van, achter een uurtje wist ik al genoeg van, deze is een spel voor mij. Dus en dan vind ik het een beetje stom persoonlijk, om dan nou bijvoorbeeld 5 uur te spelen, wat mogelijk was. Ik weet niet juist hoe lang je kon spelen. En dan misschien binnen een half jaar te gaan zeggen van, nou gewoon een kleinlijke zo'n Cyberpunk beginnen. Ja, dan weet ik niet meer wat die eerste 5 uur waren in dat spel. Dus, maar voor mij, dat eerste uur, max 2 uur dat ik gespeeld heb, dat was voor mij wel al direct van, hoe die conversaties met die personages, dat autorijden, dat ik al zelf niet had gedacht dat dat ging. Want ja, ik heb dat spel ook wel links laten liggen, qua info zoeken en weet ik het allemaal wat. Maar ja, ik gevoel dat aan, hè. Ik vind dat, bij mij is dat persoonlijk, gevoel dat aan van, wordt dat iets of niet? En ja, achter een dik uur was dat bij mij van, die Cyberpunk, dat wordt wel mijn dada. Maar ik vind de beste en de coolste missie in Cyberpunk is voor mij die eerste missie waar je die vrouw moet gaan redden die ontvoerd geweest is. Maar de eerste missie is afhankelijk van de... Ja, het is niet geen klasse, maar je hebt 3 dingen waaruit je moet kiezen. Hè. Je hebt Corporal, je hebt Nomad en Street. En je openingsmissie is bij ze alle 3 anders. Ik heb het spel 3 keer volledig gespeeld. Omdat ik ze dan alle 3 heb gedaan. Ik vond inderdaad Nomad wel de leukste om te doen. Ja, voilà, van de 3. Enkel, ik zei enkel, mijn einde was echt belachelijk. Maar, Braga,
Je zegt er juist nou weer, hè, ook, like dat wel een paar keer, zowel ik als Yannick, als jij, zijn gamers die games spelen, like The Rise of the Ronin. Oké, dat heb ik zelf nog niet gespeeld. Maar ik zal bijvoorbeeld zeggen een Assassin's Creed, en je ziet een kistje liggen, en je gaat naar dat kistje. Ja, hè? Absoluut. En je gaat voerder en je ziet weer een kistje, en je doet dat ook open. Absoluut. Maar wat is de reden waarom mag je dat doen? Vraag aan. En dat is een beetje, Yannick mag ook eens een antwoord geven, zeg. Wat is de reden waarom mag je dat doen? En niet zegt van... Ik focus me enkel op de story en ik kon enkel voor de story en boom patat. Omdat in dit soort games, en ik bedoel, ja, gelijk als ik zeg wat ik ook bij RPG's heel cool vind, is dat je begint met een niemand al, die er eens in een blote voor staat. En naarmate dat je vordering in die game speelde coole gear vrij, coole wapens vrij. En altijd het geval van, ik moest maar een keer een wapen vinden dat beter is dan geen dat ik al heb. Ja, voilà. Dat is gewoon hetzelfde. Over het loot. Ja. En als we toch over loot gesproken, en dat was ook iets dat mij enorm aansprak bij Destiny. Dat was ook van tegenstanders mollen, kisten open doen, die loot cave daar gaan plunderen, weet ik veel allemaal. En ook bij Last Epoch, die loot, dat is een manneke er zo cool mogelijk te doen uitzien. Ja, ja, maar dat is zo. Hè. Ja. Maar kijk, dat is dus wat ik wou aankaarten. Jij zegt, Praga, dat is voor die reden. Yannick zegt er direct op, ja, dat is voor mij ook zo. Maar voor mij is dat dus ook juist voor die reden. Hè. Ook gewoon het idee van, als ik bijvoorbeeld mij enkel focus op de story, en je speelt, ik zal nog zeggen, Rise of the Ronin bijvoorbeeld, op 15 uur focus je op de story, en je zit, ik zeg nou maar niet, hè, en je zit op 15 uur bij de eindbaas, dan zou ik al direct iets hebben van, fuck, ik kon te zwak zijn. Want ik heb die andere... mogelijke loot, want ik weet nog niet of dat in Rise of the Ronin ook zo zit, dat je zwaarder vindt of... Je hebt 7 of 8 verschillende wapensoorten en die kunnen allemaal verschillen van stats. Hè. Ja, dus je kunt bijvoorbeeld als je zegt van ik wil traditioneel gaan voor de katana, of je kunt gaan voor dual katanas, en dan kunnen bijvoorbeeld, dan hebben die, ik zeg ze maar iets, attack power 160, en door missies te doen of door te looten, kunnen er vinden die bijvoorbeeld dan 220 hebben, waardoor je veel meer schade toebrengt. Wat ik ook doe, is ik met een blauwe loot en met een goudkleurige loot, die laat ik ontmantelen, en daarmee... Gouden, dat is... Ja, of oranje, wat is daar? Goud is goed, hè. Goud is goed, hè. Ja, maar die moeten toch niet... Groen en blauw. Ja, maar ik heb andere wapens die ik daarmee kan upgraden, hè. Ah, zo, ja. Dus. En dan wat dat blauw, wat dat groen en grijs is, dat verkoop ik. Winstgevend handeltje creëren, zo. Ja, maar... Ik zeg, ik blijf erbij, het is de Ghost of Tsushima 2.0. Ik blijf erbij. Met betere combat is wat uitdagender en wat pittiger. Zeker tegen de iets straffere tegenstanders en de bazen of minibazen is de combat. Maar een keer dat je het zo wat door hebt, zo, dat je weet van dat wapen, waarmee kan ik, en dat wapen is beter bij die, en tussendoor misschien met mijn geweer of handvuurwapen zo wat punten proberen mee te pikken. Zo. Maar ook dingen uit uw speelstijl, hè, wat is het, met charme, kracht. Behendigheid, zo je skills zo naar het feit dat je wilt spelen, ja, het is plezant. Ik zeg, als het plezant is, dan doe ik al die nevenmissies ook heel graag. Voilà. En heb ik gelezen dat er een achievement in Rise of the Ronin zit voor als je iemand kunt romancen? Ja, je kunt met veel mensen een band doen. Hè. Dus elke vrouw dat ik nu tegenkom, dat ik een band meegesmeed heb, cadeautjes, jongen, cadeautjes. muziekjes doen. Die met haar katten zit ik al het maximum level. Ik heb nog niemand die prinses die mij precies wel ziet. Alleen de vrouw van de prinses. Misschien ook die Rio, wat is er? Rio, blablabla. Bla, bla. Ja, ze liet ook. Je zit zeker heel altijd bij die geisha's. Ja, veel toch, ja. ja, van die geisha's. Ja. Ik probeer weg te blijven bij de buitenlanders. Ik heb wel zoiets toemelings een missie of twee gedaan van die Matt Perry. Ik zeg, godverdomme, zeg, hier moet ik wegblijven, want zelfs zijn te veel bevriend met hem en te weinig met de rest. Anyway, nog iets dat vandaag naar buiten kwam, dat is... ik heb al de laatste tijd gezegd dat op een of andere manier meer en meer terug begint te kriebelen om Destiny 2 te spelen. Ja, ik ook. Omdat ik zeg, het is... Vroeger speelde ik, heb die game al twee keer begonnen en eigenlijk nooit die... Wel ver gespeeld, maar nooit niet doorgespeeld.
herbegonnen, maar omdat ik altijd alleen aan het spelen was. Maar voilà. Sinds we zo de korte tijd zo'n beetje een vast koopclubje hebben opgericht. En dat we toch veel samenspelen. We toch wel terug zo'n 4 juni, als de Final Shape uitkomt, het spel terug op te pikken. Want zoals we allemaal weten, is Destiny 2 zelf de basis gratis. Ik heb ook eens gaan zien voor die Legacy Collection, waar die 3 DLC's in steken. Maar Shadowkeep en Witch Queen. Ja, de Witch Queen zat er niet bij, heb ik niet. Maar die 2 van de 3 heb ik en de Witch Queen zelf heb ik niet. Dus ik denk wel. Dat ik terug, en ik heb dan ook naar dingen gekeken, naar de. Vandaag was er een gameplay reveal van de Final Shape van de nieuwe content. En wat er vooral in opviel, waar ook iedereen die in het chat, op YouTube via Bungie aan het kijken, enthousiast over was, dat er eindelijk nog eens nieuwe tegenstanders in zaten, waaronder de Grim, de eerste echte vliegende tegenstanders. En dan heb ik het niet over die mannen zoals we die kennen in Helldivers 2, want ook als je dan de hogere moeilijkheidsgraad ziet, komt ook vliegbeesten tegen. Maar is dat de Grim en die vliegen, die hebben special skills waarmee dat ze kunnen vertragen en onder druk zetten. En dan de Husk, dat is een soort van een zeer bewegelijke melee unit. En dan er dan de Attendant en de Weavers, zo'n beetje de, hoe heet dat, de hoe heet alleen in Destiny wel die mannetjes dat zo speciaal krachten kunnen doen, zo. Ja, ik heb het nog niet gespeeld, maar je had er mij ver en warm voor gekregen, want ik heb die Legacy Collection, die was in de Epic Games Store, niet zo lang geleden gratis. Ja. Dus ik heb die base game, ja, die is sowieso gratis, met die 3 uitbreidingen. Dus ik wil het wel spelen, maar ja, daar gaat natuurlijk, als je het nog nooit gespeeld hebt, heel veel tijd weer in kruipen. Ja. En ik heb ook wel gehoord in een paar video's dat ze heel veel gedeeltes hebben weggelaten. Ja, klopt. Waardoor de lore volgen verschrikkelijk moeilijk is voor nieuwe spelers. Omdat ze springen van hak op de tak en er zijn bepaalde gedeeltes weg. Dat is waar. Maar anderzijds is dat wel zo'n spel, moet je daar heel veel lore in. Ja. Dat is toch een first-person shooter waar het vooral gericht is op de looter shooter, toch? Op de looter shooter, online looter shooter. Wat is ook hetgeen dat we dikwijls zeggen? We zitten nu zo goed als dagelijks behalve in het weekend Helldivers 2 te spelen. En hoe dikwijls hebben we al niet gezegd van potverdomme toch cool zijn. Er moest hier nu zo'n soort van dungeons in zitten of van raids in zitten. En het is wel plezant, Helldivers, zo, die kan me zeggen maar altijd. Maar je mist zo wat hier moeilijkheidsgraden tot in het oneindige. Maar het verandert niks aan het principe van Helldivers 2, snapte? Ja. En bij Destiny 2, de PvE-gedeelte. Je hebt het PvP-gedeelte, dus je kunt nog zelf kiezen wat je wilt doen. Hè. En in het PvE-gedeelte heb je nog de strikes. Dat zal ik dan de dungeons noemen. En ook de uitgebreidere, de grotere, eigenlijk als de raids, snapte? Daar zit een beetje meer afwisseling in. En ook de loot bij Helldivers 2. Ik heb geen loot eigenlijk. Je speelt enkel dingen vrij, vooral cosmetisch, door die medailles te verzamelen. En je speelt dan wapens vrij, hè, en je armor. En dan je boosters. Dat zijn eigenlijk de enige 4 dingen die echt nog een invloed hebben op het gevecht of de rest. Uw helm, uw cape, uw emotes, uw supercredits. Je moet die wel kopen om voor te kunnen naar de volgende pagina van je Battle Pass. Oké, gratis is ineens, maar je supercredits eigenlijk verdient in het spel. Ik heb er niet veel ondertussen vrijgespeeld. Maar ik bedoel, en bij Destiny 2, en dan wel eigenlijk de strikes, je hebt de race, en je hebt ook loot, de wapens, ook weer in alle kleuren van de regenboog, als je het zo moet zeggen. Ja. Dus ja, ik zeg het is. Ik denk Fortnite, dat is gedaan bij mij, pijs ik. Ja, dat heb ik uninstalled zelfs al bij mij om plaats vrij te maken. Ja. Dus bij ons ook het feit op het einde, die stress van eerste en tweede. Die stress? Man. Ja, dat weet ik ook genoeg. Als we wonen, dat ik even moest stoppen om mijn hart uit mijn lijf te doen. Dus, maar ik zeg, ik heb het opnieuw, en het begint opnieuw te kriebelen om Destiny te spelen. Ik heb altijd alleen gespeeld en is dat nu de reden dat ik, als je een MMO speelt, dat krapt veel tijd in.
En als ze dan alleen zitten spelen, zie je al die single-player games passeren. Maar nu gelijk als nu, dat weten we, elke avond spelen we ons potjes Helldivers 2. En tussendoor is er nog tijd om iets anders te spelen, weet je. Maar ik denk wel een Destiny, als je alleen gaat spelen, Destiny 2 is, en je zegt, die verhalen, want er zijn nu ook dingen, juist gelijk als bij World of Warcraft, en ook een looking for a group functie voor de raids en voor die strikes. Ja. Maar het blijft dan wel met randoms dat je speelt. Het is toch een ander mechanisme ja. als je met mensen speelt dat je kende. Dus ik ben er aan het denken. Dat is hetgeen wat je eigenlijk al direct zegt in Praga. Ja. Ik heb Destiny 2 ooit gespeeld, alleen. Ik en ook. Ik heb dat de vorige keer ook gezien, Destiny 1. En ik heb over de duizend uur gespeeld. Duizend uur. Maar we hadden een vaste klik. Dat waren, we speelden dat ook dagelijks. Van, ik zal zeggen, 8 uur in 's morgens, zei ik al. Van 8 uur in 's avonds tot ja. 8 uur 's morgens. Nee, dat was een weekend. Nee, maar er kropen wel wat uren in. Maar het ding is, met dit soort game, als je, like, dat we in principe nu hebben, ons groepje van Fortnite, van Helldivers. Bij mij is het nog persoonlijk al even geleden dat ik nog eens Helldivers heb meegespeeld. Yannick kwart hier ook al direct aan. Vandaag het is iets zitten om Destiny te spelen. Dan Razer dan eventueel zegt van ja, ik wil dat wel eens proberen, want uiteindelijk Destiny 2 is gratis. Ja. Dus je kunt het eigenlijk altijd eerst proberen, vooraleer dat je zegt van ja, het is mijn ding niet, wat altijd natuurlijk kan. De Kevin, de Mr. Rolfson, kan dat eventueel ook eens proberen, gratis. Ja. Als die dan uiteindelijk zeggen van ja, het is toch mijn ding niet, ja, kijk, je kunt dat proberen, kijk, zeg het jezelf ook. Nou, ik wil hem ook heel graag spelen, maar voor mij gaat het wel vanaf nul zijn. Ja, ik heb nog nooit gespeeld. Dat is toch bij iedereen vanaf nul? Als ik zou spelen, dan wil ik vanaf nul zijn dat ik het terug ga spelen, natuurlijk. Hè. Ja. Het ding is gewoon van, en het ideale scenario, I don't know, is van, pak dat Razer ook mee klimt, en Mr. Rolfson, en misschien enkele mensen hier uit de community, want de vraag wordt hier al gesteld. Dan zit jij telkens met een schoon groepje om Destiny 2 te spelen. Hè? Ja, we moeten er wel eens, want de vraag komt wel veel, hè, regelmatig in chat van mensen. Zo van, ik denk dat er wel veel mensen geïnteresseerd zijn in de chat om met elkaar zo eens een keer te zeggen: we wilden een keer gamen. Dus moeten we misschien eens wel overwegen om zo'n soort van Discord te maken voor ons publiek. Maar dan wel zo'n kleine Discord, vooral met het doel om zo samen te gamen. Want ja. Dat moet allemaal onderhouden worden, al die servers. En ja. We zijn allemaal mensen met een vaste job. Maar we kunnen daar eventueel wel eens een keer werk van gaan maken om de Discord voor onze community te starten. Ja. Waar het dan vooral de bedoeling is om mensen te zoeken om te gamen. Ik denk wel dat dat interessant is, dat er veel vraag naar is. Dus we moeten dat eens intern bespreken, maar we moeten dat echt wel een keer gaan... Wat ik wou zeggen, dingen gelijk als Destiny, dat kun je spelen, is het met 3 of met 4? 4, denk ik, want is dat ook met je hebt verschillende klassen? Ja, 3 of 4 verschillende klassen, dacht ik. In de eerste waren het er 3 en ik denk dat er dan achteraf nog iemand is bijgekomen, dacht ik. Had ik mij een keer zoeken. Vergis. Maar waar het in Destiny 2 zit, want ik heb dat toen gespeeld dat uitgekomen is, Destiny 2. En ik heb dat bijzonder misschien max een half jaar gespeeld, ook met de reden dat jij zei, Praga, dat ik dat vooral alleen heb gespeeld. Ja. Ja, dat is ik ook gestopt omdat dat niet meer interessant is. Hè, ja. Ik bedoel, alien. En met randoms, oké, kun je daar altijd wel misschien kameraden door creëren of vind ik het wel. Ja, maar dat zijn meestal buitenlanders. Hè. Ja, ook ja. Ik dan. Het is maar met 3 zie ik. Het is met 3, hè? Met sommige raids kun je wel met 6 doen. Maar de meeste missies en zo is wel maar met 3. Strikes zijn inderdaad met 3. Dat ik me nog herinner van vroeger. En raids waren inderdaad altijd met 6. Ah, voilà, het staat in shit, ja. Maar een strike, dat is ook afhankelijk welke strike dat je doet. Dat is eigenlijk een grote missie, hè, gespeeld. Ja. Met dan op het einde een boss te moeten killen. Hè, want dat was ook het unieke aan Destiny, vond ik toen. Dat je ook zei, Praga, met die loot, dat je om den duur wist van, die boss, die kan bijvoorbeeld die loot droppen. Mm. En dat was een beetje chance hebben natuurlijk. Hè? Want voor hetzelfde geld dropte die dat niet. En moest jij die nog eens gewoon killen? Of. En dat, dat is zo wat de trucken van de voer. Hè? Want dat is toch zoiets als zo... Je kunt het spel... Ja, ik kan toch het woord gebruiken. Je kunt het spel perfect alleen spelen, want je hebt ook zo van die... Van die world events die gebeuren. En er is altijd, als je naar zo'n world event gaat, zijn er altijd wel gasten
dat daar ook op die komen helpen natuurlijk, hè. Ja, maar... Als bij Diablo 3 ook, bij Diablo 4 ook eigenlijk, hè, die world dingen. Ja, op dat vlak bekijk dat de gelijk, Praga. Maar als je echt specifiek op de strijkschot hanteren of op de rage, en je zit met een vaste groep, en je kunt goed communiceren met elkaar, want zeg wat je wilt, maar communicatie is key, hè, in zo'n games. Hè. Ja, want ik denk zelfs dat ik, en dat is u echt wel, ik zeg dat ik Destiny 2 met mensen samen plezanter ga vinden, denk ik, dan Helldivers 2. Denk ik. Ja, dat is ook totaal anders natuurlijk, hè, Praga? Ja, dat is waar. Want als je die wezen beziet, Helldivers 2, het is eigenlijk altijd hetzelfde. Je moet een kat een kat noemen. Ja. Het is enkel door de moeilijkheidsgraad te verhogen, dat er weer, want nu zijn we van challenging naar hard gegaan. Ik weet dat misschien, de rest gaat dat misschien weer lachen, maar wij spelen op ons gemak en stap voor stap. Eerst leren stappen, dan leren lopen. En nu zitten we op hard te spelen en dan begint de koe mee te vallen. En dat maakt het wel iets uitdagender. Maar qua beloning blijf ik op mijn honger zitten. Want je stijgt die level, hè, je stijgt die level, oké. En wat kun je doen als je een level stijgt? Uw naam veranderen. Om de 5 levels. En nu is het Master Chief. Dat ik nu denk, pijs ik. Weet je wat ze misschien achteraf nog bekeken? Want we waren, ik ben ook nog altijd enthousiast. Want het enige probleem is met wat reviews te doen en zo. Is bij mij al een tijdje geleden. Maar het ding achteraf, en onzeker dat jij ook, Praga, Destiny al een paar keer net ongekort. Natuurlijk, je kunt dat niet met elkaar vergelijken, want het zijn twee verschillende dingen. Ja, absoluut. In principe. Maar als je nou bijvoorbeeld in Helldivers... In plek van, iedereen kan eigenlijk dezelfde skills kopen. Snap je? Maar als ze nou bijvoorbeeld bij Helldivers hadden gezeten van, kijk, er zijn, zeg nou maar eens, 3 of 4 verschillende soort van classes. Support, en elke class... weet ik bijvoorbeeld. Voilà, en elke class kan zijn eigen skills kopen. Dan hadden misschien nog een beetje een extra in dat spel. Dat is waar. En nou zitten soms, zeker als je niet communiceert met elkaar, als je, like dat wij onder elkaar spelen, kun je nog zeggen van, ik pak dit mee, inspelen. Ja. Maar als je hem in een random groep gaat spelen, bijvoorbeeld. Ja. En misschien allemaal diezelfde sweaters. Voilà, bijvoorbeeld. Dat, en daar zoek het coole een beetje met in Destiny. De ene die kiest voor een Titan, ik denk dat het een Voidwalker was, en je naderen ontgoom, hè? Ik nam altijd Gunslinger, Rikke. Wat was dat? Warlock het ook, hè? Warlock. Was dat niet die Voidwalker? Of een Warlock, of ze kunnen alles ontmixen, Rikke? Warlock, het Warlock, Gunslinger. En die Titan had het toch ook in de Titan? Dat is aan de tank, ja. Die tank, ja. Dus. Maar de Tom van der Vreken, die zegt hier in de community, Raids gaat niet met random mensen. Is dat dan in de 2? Want in de 9 ging dat volgens mij wel nog. Ja, Hunter werkelijk een Titan, ja. Ja, Hunter was altijd, ik heb altijd Gunslinger. Ja. Ik zie dat je 3 main classes hebt, dat is Warlock, Titan en Hunter. Ja. Maar dan heb je blijkbaar ook nog subclasses dat je kunt kiezen. Eens je... Ja. 2 of 3, en dan kun je nog een beetje... Ja, dat is waar. Ik had dan altijd Hunter en ik had dan Gunslinger. En dan heb je dan met de bogen, zeker, als ik me goed herinner. Ja. Die matchmaking is... Hè? Was dat vroeger niet? Ik dacht altijd dat daar de looking voor... ik dacht dat er een matchmaking in zat. Als je in de ene raid startte en je wordt met mij 5, dan dacht ik dat alleen, die spot weer opgevuld, dacht ik. En als ene bijvoorbeeld via... Als ik nu bijvoorbeeld via Epic Games zou spelen en Praga en Oron via PS5, kunnen we dan samen raids doen? Weet er iemand dan? Het is cosplay sowieso, hè. Met die raids kunnen we dat dan doen, ja. Ja, dat mocht niet uit, pijs ik. Dat is altijd in beta. Ah, de matchmaking dan, of wat? Ja, dat is komiek, want ik weet als ik, als ik alleen speel, als ik op strikes slikte, dat ik in groepjes werd geplaatst. In game voice chat, ja, dat is wel belangrijk als je op een andere platform allemaal speelt. Dingen dat dan niet, hè? Hoe heet dat daar weer al? Remnant, ja. Dat had bijvoorbeeld niet, hè? Wat dan wel ook ongelooflijk is van een co-op game, dat je geen... Ja. Dat is zot, hè.
Maar ik dacht van, eigenlijk zeg ik heb eigenlijk nooit geen raids gedaan in Destiny 1 en Destiny 2, omdat ik zie ook altijd alleen spelen. Die strikes hebben we gedaan met drie man. Ja. En daar werden automatisch was matchmaking en werden in een team van drie geplaatst. Maar dus de raids is echt met zes. Dan moet echt al met zes man zijn om samen te spelen, gekend. Als er geen matchmaking is. Of zie je dat verkeerd? Ja, dat moet dat wel, hè. Want ja. Ik zie trouwens op Steam dat er nu meer dan 133.000 mensen dat spel aan het spelen zijn. Enkel via Steam. Dat is echt wel... Natuurlijk heb je een showcase gehad een paar uur geleden. Dat doet wel veel. Ja. Maar dan nog, verbaast me hoeveel mensen enkel, ja. Ja, was... die Final Shape, Praga, wat is dat dan juist? Dat is een uitbreiding weer, of wat? Dat is een nieuwe uitbreiding, ja. Dat is de vierde dan. Wow, wat gaat er meer, hè? Wacht, Shadow... Ah, die zijn er toch weggevallen, hè? De Legacy Collection heeft er toch drie, dus dan heb je toch alles. En dan nu komt er een vierde bij. Vroeger waren er meer, zijn, hè. Goh. Ah, oké. Okay. Ik kan de naam... Ik weet de naam niet meer. Ik heb ze allemaal gespeeld, Bertan. Ik had ze allemaal... Ja, er is veel ik had gezien dat er heel veel was geschrapt, maar... De Final Shape komt op 4 juni. 4 juni. 4 juni, dat is wel niet meer lang. Ik heb toen die Legacy Collection ook op de PC gedownload. Allee, via Epic Games Store of Ister toen. Dat die gratis was. Epic Games, ja. Ja. Mag ik zeggen, The Witch Queen zat vorige maand bij PlayStation Plus. Heb je dat met mijn stombakjes vergeten van het te downloaden? Waarom? Ik denk het, ja. Dat zou, ik denk het, ik vind hem niet terug in mijn bibliotheek. Ik vind dat raar. Maar je kon hem toch kopen voor €15 nu, de Legacy Collection op PS5? Ja, maar twee van de drie heb ik al. Shadowkeep en... Ja, maar als je 30 moet betalen voor de... Dan koop je beter de Legacy Collection, dan bel de 15. Ja, eigenlijk wel, ja. Je gaat toch geen 30 betalen voor... Je zou het op PlayStation spelen, Praga. Ah ja. Ja. Maar heb je al eens in de bibliotheek gekeken naar gewoon The Witch Queen? En misschien heb je op Destiny gekeken? Want misschien stond het onder The Witch Queen, hè, en niet onder Destiny. Ja, dat is... Maar ik weet het niet, hè. Dat zou... Ja, ga het verdoemen smijl op, Praga. Jij hebt mij ook weer warm gemokt, hè, man. Rotten. Ja, dus ik ben, ja, moet ik proberen, want allee, ik bedoel, ik zeg het kriebelt zo, dat is zo bij mij, en een keer dat zaadje zich in mijn hoofd geplant heeft om de een of andere reden, ga ik hier dan niet meer vanaf. Ja, maar ik snap wel een uitleg ook wel, zo, wat je dus juist aan het vertellen waard tegenover dan, in dit geval, Helldivers. Dus... Ja, we zullen wel zien. Weet je wat het grote verschil ook is? En daar heb je dus juist ook wel min of meer gezien. Als je Helldivers speelt, je weet wel, ik moet een missie voltooien en je krijgt al samples of je krijgt al credits dat je onderweg vindt en al een XP voor te levelen. Maar ja, tegenover dan bijvoorbeeld een Destiny, dat je dan een strike gaat doen of een raid, als je in een groep zit, dan weet je, op het einde kun je een dikke reward krijgen. En er zit misschien wat verschil nooit tegenover Helldivers sowieso. Ik moet eerlijk zeggen, Helldivers, ik vind dat een heel goed concept. En, ja, maar het spel geeft mij puur op vlak van gameplay niet zo superveel voldoening wat ik normaal gezien haal uit een shooter. Ik haal meer voldoening uit Call of Duty dan uit Helldivers, bijvoorbeeld. Na afloop van zo'n wedstrijd. Ik vind zo Helldivers, het is gelijk je allemaal zegt, het is, ik heb zo nooit verwacht dat ik hier te spelen. Gewoon voor te extracten en je hebt eigenlijk geen loot buiten hetgeen dat in die Battle Pass heeft, wat iedereen in dat spel heeft. Je speelt allemaal voor dezelfde stratagems, allemaal voor diezelfde cape, allemaal voor diezelfde helm. En op den duur speelde allemaal met dezelfde gear. Dat is wat probleem. En het is die missies, ze lijken allemaal heel veel op elkaar. Wat niet wegneemt dat ik het een slecht spel vind, helemaal niet. Maar het geeft mij niet diezelfde voldoening dat ik weet dat ik uit een Destiny zou halen. Of uit zelfs uit Fortnite vond ik dat gespeeld om niet gespeeld om te winnen, gespeeld om als laatste over te blijven. Oké, de loot in Fortnite is natuurlijk ook wel hetzelfde. Hè? Je hebt die Battle Pass is voor iedereen hetzelfde. Maar daar is de gameplay dan wel... Daar heb je meer een doel. Ik vind een Helldivers, Ik voel dat voelt voor mij meer aan als een spel dat je echt moet grinden. En dat heb ik, puur op vlak van gameplay, vind ik dat
niet zo maar, goed als andere shooters. Met Destiny gaat het ook natuurlijk allemaal om de duur. Zijn trouwens, ik heb gezien in de groepsmaten, ja, Destiny 2 Legacy Collection staat nu nog €14,99 in de plaats van €59,99. Maar dat is PlayStation, hè? Ja, ja, en de actie eindigt op 11 april 2004, dus ik had ze niet toch doen, prijs. Ik kan gaan naar de dingen, want ja, hey, dat is €40, dat is €45 minder, pet. Ja, en op de website Fanatical, dat is, daar kun je heel safe PC-keys kopen voor Steam. Doen ze nu op de voorpagina, zie ik net, dat ze een Destiny sale doen, waarschijnlijk een teken van daar kun je hem ook wel de Legacy Collection kopen met, voor hoeveel? Voor 52 in plaats van 60. Maar heel veel DLC's kosten wel maar €5 in plaats van 30. Bijvoorbeeld Shadowkeep kost normaal 25, nu €4,50 via Fanatical. Dus als je dat PC wilt kopen, ga eens naar die website, dan kun je heel interessante deals doen. En dat is 100% legit. Dat is PC, hè? Ja, dat is enkel voor PC wel. Maar ik gebruik heel vaak die website. Dat is heel betrouwbaar. Dat is ook volledig legaal. Je krijgt dan direct een code als je dat spel koopt en dan kun je dat inlossen op Steam. Het enige nadeel is, op Steam kun je refunden als je minder dan 2 uur speelt, maar los je die code in. Via Fanatical kun je dat wel niet doen. Maar daar kun je wel soms spellen kopen aan 80-90% korting, dus dat is wel een tip. Ja, er zit ook een Battle Pass al in, of hè, in Destiny? Non-EU. Godverdomme, dat was in de eerste nog niet toen. Ja, daar spreek ik nog over de tijd aan de eerste nog klapte. Zeg het eigenlijk, zou ik een keer moeten herinstalleren Destiny 2, gewoon om een keer te zien wat ik eigenlijk allemaal heb. Want ik heb ook van die packs gedaan, dus eigenlijk als 30th Anniversary. Er is zoveel stuff eruit gekomen voor Destiny 2. Ik had het gewoon een keer moeten installeren om te zien wat er allemaal in zit. Om een keer mijn inventaris te maken. Want bij dingen zat hem ook op Xbox Game Pass, zat hem ook. Ik ben hem 2 keer beginnen spelen op PlayStation. Ik zeg, weet wat, ik ga gewoon alles opnieuw beginnen vanaf nul op Xbox. Maar ik ben het er niet meer op staat op Xbox. Maar is toch gratis? Ja. Is sowieso graf. Ja, Destiny wel, maar de expansions of zoiets niet. Ja, die stonden er mee op. Ik heb die toen ook even op de Xbox teruggespeeld. Ja. En ik was bijs een week of 2 terug begonnen en die smeten ze eraf van de Game Pass. Ik zeg, al even uit. Ja, het is goed. Want jij toch, wat was dat dan weer al? Want met dat nieuwe ding dat ze in Destiny 2 hebben geïntroduceerd ook, dat was ook zoiets, een soort van PvE, dat je met, er waren geen strijks, dat je zo met 3-4 man tegen weest van vijanden vocht. Ik heb het nu met PvP, ik heb het van die zwarte dingen, van die zwarte geestspookachtige dingen die zo... Ik weet het niet meer. Zeg het dan nog, de Guardian Games om de zoveel maand en de... Wat is het allemaal? Gambit, juist, dank u Tim Verbergen, Gambit was het. Man, en zo. Ik zeg het. Mijn kop ontploft. We gaan over iets anders klappen, want anders... Je bent aan facts geweest, Aaron, dit weekend. Ja, dat klopt. Nog altijd klopt. De veel te dure rommelmarkt waar ze het geld uit de kast van de fans slagen, waar zelfs het eten zo duur is dat je... Dat weet op verand. Hè. Als je naar facts gaat, dat je wel wat geld kunt verliezen natuurlijk. Hè. Ja, maar je verliest het niet aan de goede dingen. Je verliest aan je parking, je verliest aan je ingang, aan je eten, aan je drinken en aan die kraamkast van het geld dat je uit Oh ja, maar het ding is wel, Praga, hey, je hebt er zelf een artikeltje over gezet, of een... Hey, wat was het? 32.000 bezoekers. Allee, over de 32.000 bezoekers. Dan doen ze het wel niet slecht, denk ik. Hè? Ja. Is dat één dag of is dat heel weekend? Twee. Zaterdag en zondag. Ja. Maar ik kijk daar altijd naar uit om op facts wat rond te lopen en dergelijke. En weet je, dat is gewoon fun om er iets rond te lopen, die shopjes te bekijken en al. Ik heb dat nou de tweede of de derde keer met mijn dochter gedaan. Dus die wordt er nou in oktober 16. Dus dat is al geen kind niet meer. Was maar, die enthousiast dit jaar? Ik moet eerlijk toegeven, we hadden allebei wel een beetje het gevoel van de wintereditie was beter. Ah, dat is een wintereditie van. Ja. November, hè? Ja, en nou is terug 2 en 3 november. Maar wij hadden allebei zowel hetzelfde gevoel van dat we zo het hadden van, ja, we hadden de vorige keer was het precies toch beter. Het ding was gewoon een beetje, zij hadden de verdelingen wat anders gedaan.
He, dus je hebt de grote hal in het midden, waaraan dus eigenlijk al de shops stonden. De Funko's, Pokémon kaarten, de comics, noem het allemaal maar op. Dat je daar allemaal kunt vinden. En dan heb je de zes zijgangen, als ik me niet vergis. Maar, en zeker voor ons toch, he, met onze Pragalusjes gebeuren hier. Wij hebben om... En ik, allez, ik kon daar niet over liegen. Wij hebben, doordat de verdeling was veranderd, een volledige hal gemist waar arcade games en zo stonden. Mo. Ja, en wat ook opviel was het feit dat in de main hall veel open plekken waren. Dus er stonden veel minder shops. Dat was ook een opvallend iets. Wel, Arno is dat normaal. Arno Fries zegt, er zijn minder shops tijdens de Spring-editie. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt volledig. Dat kan ik alleen maar bevestigen. Dat was ook zo. Dat viel eigenlijk onmiddellijk op, zeker in het midden van de main hall. Er was eigenlijk vrij veel plek nog beschikbaar. Dus gaat hier en daar open plekken. En ja, lekker gezegd, dat eten, maar dat weet op voorhand. Hè. Dat weet op voorhand. Hè. Ik heb met ons Lara een pizza gedeeld. Een gewoon medium pizza en dat was €15. Dus als je een pizza bestelt, oké, er is een verschil natuurlijk met een pizza uit de pizzeria of een pizza op fact. Er is een verschil, dat kan ook niet anders. Maar ja, dan zit je rond dezelfde prijs ongeveer. Maar oké, ça va. Maar ja, de sfeer is altijd leuk. Hè. De sfeer is altijd bijzonder leuk. En is fact nu, en dat ook zo'n beetje dat gevoel met E3 op de duur, niet altijd hetzelfde? Ja. Wordt het geen tijd als je een keer... Ik zeg het ook, waarom gaan de mensen daar naartoe? Ja, er is niks anders in België waar de cosplayers op die manier... Ik tel dan Made in Asia bijvoorbeeld niet mee. Of Comic-Con, hè. Is er ook, hè. Dat is Splinter, hè. Of dingen, of Gameforce. Gameforce. Ik bedoel, de jaarlijkse dates voor cosplayers die gebeuren op facts, maar er is ook niks anders in België, hè. Ik denk het toch niet zo groot. Toch niet zo groot als vaak. Niet groot, hè. En, maar ik zeg dat het was bij E3 ook. Hè. E3 was de ultieme gamesbeurs. Hè. De natte droom, het Walhalla. Maar zie, dus E3 is ook gedaan, hè, nu. Ja, maar ik denk nog niet dat facts... Dat er met facts dat gaat gebeuren als bijvoorbeeld met E3. Hè. Dat is facts. E3 was ook... Ik weet het niet, ik ben er nooit geweest. Maar dat was ook enkel games... Je kunt het digitaliseren, hè. Een fact zetten alles in principe. Hè. Alles wat met media, met dingen te maken heeft, met popcultuur en dergelijke. En dat is ook het hoogtepunt voor die cosplays. Ik denk niet dat ze die gaan afpakken, want dat is zo van, als facts er niet meer is, of facts, dan hebben die mensen inderdaad niks niet meer. Hè. Dan kunnen ze het in hun living gaan cosplayen. Je mocht je eigen eten mee pakken, zegt de Razer, godverdomme. Ja. Ik zou meer dan 10 half wetteren kunnen kopen. Dat ik als Kimpe zegt, naar de Ikea over en twee, hè. Kun je ook gaan eten goedkoop en lekker. Hè. Ikea is een stukje vet eten, man. dat is makkelijk goedkoop. Dat is een optie, dat is een optie. Maar ook wel dubbel ten opzichte van 5 jaar geleden. Ja, en natuurlijk... Wat er een troefhoek natuurlijk zo'n beetje is, en daar zorgt de Razer daarvoor, voor onze website, is de Q&A's van de Hollywood stars. Hè? Dat was daar nou Christopher Judge. Dat ik dan even mee gaan volgen bij de Razer, had hij er zat de zaterdag. Terry Hatcher, hè, van Superman, I, Lewis en Clark van vroeger. Is die schoon in tech, die Terry Hatcher? Ik weet het niet. Want ik vond dat vroeger een heel mooie vrouw. Ja, die nog wel haar charme. Nee, doe ik ondertussen al wat leeftijd, maar die ziet er zeker niet slecht uit. Ja, want dingen die Q&A's, die zijn gratis voor iedereen zeker, ja, hè? Ja, het enige verschil is, als je VIP zit, mag je wel van voor gaan zitten. Dus als je een VIP-ticket hebt, mag je van voor gaan zitten op de Q&A's. Maar anders mag je achteraan. Dat valt op zich nog mee, ze die aan afstand. Dan moet je daar plaatsnemen. Want ik heb gezien, de eerste op onze site is die Joseph Quinn, dat is die Eddie Munson van Stranger Things. Mm-hmm. Christopher Judge, dat is hier van Stargate en ook de stem van Kratos uit God of War, zeker. Mm-hmm. Ja. Dus die gaan we ook cover. En dan is het Terry Hatcher. Heeft op zijn. Voor de mensen die fan zijn van Terry Hatcher, die kunnen jullie in de Razer zijn YouTube-kanaal. Ik zal anders een link even plaatsen in de chat. Maar Joseph Quinn, daar wordt ook Human Torch, hè? Van Fantastic Four. Ik heb het gelezen.
Live Q&A panel is van hier. Terry Hatcher, ik vond het echt gewoon super schoon. Ik moet wel zeggen, ik heb wel enorm genoten van het half uur, of iets meer dan een half uur, Christopher Judge. Dat is echt een crème van een gast, hè. Die is wie het hem is. Hij had misschien, allez, ik herinner er vermoeden het, dat hem al een beetje misschien beschonken was. Maar ja, hij zegt wel dat hij al jaren niet meer drinkt. Dat heeft hem wel toegegeven. Maar hij was, oftewel is die mens gewoon zo'n happy guy. Dat kan ook natuurlijk. Maar het was wel aangenomen om die gast, want die was normaal voorzien voor vorige editie. Die is toen ziek geworden. Dus die moeten cancelen. En dan is die is dan nu wel gekomen. Maar die is de maxe die gast. Hè. Ik zou nu juist al zien hier op die van Terry Hatcher, gelijk als hij gezegd op de site van Spullement, van Fact zelf, als hij naar jongere versies was er in de serie uit, zeg maar. Nu is hij inderdaad toch een tikkeltje ouder geworden. Hè? Ja, Praga, ja. En ik ben ook een tikkeltje ouder geworden, maar ja, ik zeg het, dat is... Maar ja, Praga, jij nog het seksappeal van een jong veul, nou, hè? Ja. Absoluut, absoluut. Ah, wacht, ik zal even de... Ik heb even de link van Razer's en YouTube-kanaal in chat gezet. Kom, er staan er nog op, hè. De mensen die facts gemist hebben, kunnen eventueel op de Razer's zijn, want dat is al wel een rare sloeber. Het ding is wel... facts. Ik heb dat vorig jaar, of vorige editie, ook gezien. En, sorry, mijn mensen die kleine kinderen hebben en al, ik kan niet begrijpen... Dan daar mensen naartoe gewoon met buggies. Ik snap dat totaal. Ah, maar ja. Ik snap dat echt niet. Op de kermis zie je dat ook. Maar dat is overal. Of op kerstmarkt, de mensen die zelfs hun honden meepakken, ik bedoel, maar... Allee, ja. Als je geen kinderopvang hebt... Ja, praat. Ja, voilà. Sorry, maar ik heb ook een klein kind gehad. Hè. Dan ging ik ook niet zitten. En ik weet het, iedereen redeneert daar natuurlijk anders in en zo. En iedereen is ook weer anders. En dat mag. En dat is, maar... ik heb toch zo hier en daar, terwijl ik door de gangen aan het wandelen was, hoorde ik toch heel veel mensen zeggen van, die buggies of weet ik het wat. En ook mensen zelfs die er echt nog babytjes op de arm constant vasthielden. Dan denk ik, mijn mening weer, ik zeg het er maar even bij, het is mijn idee erover. Van, moet dat nou echt om zo'n kleine kinderen al mee te nemen? Ja, maar vooral ook in die drukte. En ik blijf als er op zo'n beurs ooit iets gebeurt, ik zeg het ook, als je ziet die Gamescom in Keulen, die hallen, als daar ooit brand uitbreekt, dan zit je als een rat in de val, hè. Hmm. Echt waar, hè. Echt waar. Dat ik zeg van, godverdomme man. Ja, eigenlijk als dat, ik begrijp dat enerzijds, want het blijft toch altijd een massabijeenkomst, en zeker in deze tijden, waarin niet de eerste keer zo'n een of andere maf met een geweer of een revolver of met een bom op zijn lijf wie voor ons binnenloopt. Als er dan iets gebeurt en iedereen begint te lopen en die kleine, die kleine man in die koetsjes, zal ik bedoel. Maar bon, dat is hun verantwoordelijkheid. Ja. Om niet te wakker liggen. Maar dingen, dus de Q&A's zijn gratis, maar je kunt ook, als je op de foto wilt met die mannen, dat is iets anders. Poendokken, hè, man. Ja, het was, wat waren de prijzen alweer? Als je een selfie wou, was het €90. Als je een foto wou, was het €100. Dan gemixt met een handtekening was het €150. En dan denk ik ook nog eens, oftewel was 150 het duurste, en oftewel was er dan nog eens een hogere klasse voor te betalen, maar dan had dat alles, dacht ik. Maar daar wil ik vanaf zijn. Praga gaat het over €50. Dat blijft Praga. Mi sokje goed, €50. My sister is de number 2 prostitute. I make you a special price, my friend. I make you a special price. You pick cash from starting. Dat was een staking van de lijn. Fact heeft zelf en kosteloos bussen ingelegd voor... Dat is wel mooi. Zelf en kosteloos bussen ingelegd voor de toeschouwers. Dat is mooi, vind ik. Maar één busje voor die 32.000 man. busje kon... De reiziger had met zijn step op en af kunnen rijden voor telkens een paar mensen ook... op te vangen. Maar nee, wat ik... Dus je zegt van... alles. Als je zegt ene prijs voor alles, wat is dan een handtekening? Ja, een foto dat je kunt pakken. Een handtekening en dan... een foto zeker, hè? Ja. Maar is het dan
die mannen hun handtekening, ze zetten hun handtekening op een foto van hun eigen. Ja, nee, dat moet je nog zelf meebrengen, hè. Je moet dat zelf meebrengen. Ah. Ja, dus het is niet dat die er foto's liggen hebben met al op voorhand handtekeningen op, of dan die op dat moment de handtekening zetten. Maar dat moet er blijkbaar... Allee, ik heb daar geen ervaring mee, want ik heb dat nog nooit zelf gedaan. Maar... Ligt op tafel, zegt Razer. Ah ja, ik had kameraden tegengekomen op facts, die hadden al ook jaren naar facts gaan. En die hadden tegen mij gezegd dat je dat blijkbaar zelf moet meebrengen. Maar ja, Razer zegt dacht, nou dat, dus het zou kunnen. Ik dacht ook dat die mannen foto's van hun eigen hadden. En als je daar komt, dan hoop ik tenminste dat ze de handtekening zetten voor je neus, zodat je ziet dat ze zelf zitten. En in hun secretaris, als je het zo moet zeggen, een selfie en een foto pakken met uw gsm. Ja. Wat dingen is... Maar heb ik dingen niet gezien? Ah, TMF drone hier tussen TOFM drone. Als ik het goed heb, was die ook op fax. En heb ik ook foto's gezien met die acteurs die hem heeft genomen. Maar dus ja, ik heb foto zelf nemen, foto aan tegen. Maar ik zou het er toch niet voor over hebben, zeg ik gezegd. Omdat, ja, dat ik vind het toch ook wel vrij prijzig. Maar kijk, als je echt bijvoorbeeld al jaren fan van hem hebt, bijvoorbeeld Christopher Judge. Die was Teal'c in Stargate in de jaren 90, zeker? Ja, of begin jaar... 2000. Ja. Maar als je daar echt fan van zit en je blijft die volgen en die dan krijgt dan nog een beetje zijn opmars door de laatste twee God of War games en je zit daar echt fan van, dan kan ik eventueel wel snappen dat je dat doet. Maar ja, het blijft duur natuurlijk. Hè. Maar ja, het is ook weer de zot wat je wilt geven. Hè. Dat is met alles toe uiteindelijk. Hè. Voor wie zou je het doen als je het ene moest kiezen? Ik? Ja, zo een foto. Je mocht met op de foto en je krijgt nog een aparte foto met een handtekening. Voor wie zou je dan wel €150 betalen? Het moet wel iemand zijn die naar FAQ zou komen. Ja, Henry Cavill. Nee, bij mij Gillian Anderson van die X-Files. Ah, ja. Zou die naar FAQ komen, joh? Henry Cavill? Is hij... Ja, Henry Cavill was de groot puizik. Oh, pas op, Praga. Allee. Dat is echt een grote naam, volgens mij. Maar dat is echt wel... Een gamer, ja. Dat is zo'n nerd. Dat is wel iemand dat totaal in dat pakket past. Hè. Ja. Dus ik weet nog niet, natuurlijk, ik weet ook niet wat ze die prijzen aan die mannen vragen om naar door te komen. Ja, Henry Cavill denk ik niet dat je kunt betalen. Dat zoek ze nog iets, hè. Dus, maar ik denk, eigenlijk, als je het een beetje beziet... hoe moet ik dat zeggen? Zonder respectloos te willen zijn, hè? Maar de echt grote namen, die had op een beurs als facts niet zien. Hè? Jean-Claude Van Damme, verdoemen. Die was er toch? Jean-Claude Van Damme. Dat vind ik de grote naam. Ja. Zijn beste acteur uit de jaren 90. Zijn beste acteur uit de jaren 90. Dat was bij mij dan Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger. Steven Seagal. Als Richard Dean Anderson. Maar die was niet op facts, dat was een andere beurs. Hè? Ja, die was voor u een keer op facts, denk ik. Of was dat Comic Con? Ik weet het niet meer. De Razer die toen ook... Jean-Claude Van Damme was ook volgens mij Comic Con en niet facts. Juist. Dat was dezelfde beurs, pas ik. Jean-Claude Van Damme en Richard Dean Anderson. Maar Comic-Con en Gameforce en FAQ gaan wel een event samen doen een keer, zeker? Eén heb ik gelezen. Ah, dat weet ik niet. Ik denk dat wel, ja. Ik dacht dat ik dan een keer was dat die samen een... Er is een site gestaan, ze hebben van de persbericht zien passeren bij ons. Dat die samen iets gingen doen... Dat zou kunnen. Ik had het niet door de site gestaan, maar ik had het niet echt zoeken, want dan ben ik afgeleid. Maar ik denk het wel. Samen met Indonesië. Dus ik denk met Indonesië ben ik ook een keer of twee naartoe geweest. Heb je dat al gedaan? Nee. Dat is vooral toch voor manga en anime fans. Ja, dat is precies dat je in Chinatown zit. Waar is dat? Je ook Gent? Dat was de Tour en Taxi Pijskik als ik geweest ben. Ah, in Brussel. Een keer of twee toe. Ja, Tour en Taxi heet dat daar. Hè. Man, dat is ook zottekes. Maar weet je wat het is? Facts, dat is gewoon op zich een beleving. Hè. Allee, ik snap wel, hè, want wij zijn er nou eigenlijk op een half jaar tijd twee keer gegaan, hè, twee keer zaterdags. En ik snap, like bijvoorbeeld, de Razer die zit er nou natuurlijk, vooral voor zijn YouTube-kanaal ook op Facts, voor zijn Q&A's en al. Mm. En dan snap ik dat wel, dat hij zegt van ik ga een heel weekend. Maar als je als gewone bezoeker, als ik het zo moet zeggen,
Dan vind ik dat, kan ik mij niet echt inbeelden van dat je er 2 dagen kunt rondlopen. Want, allee, ik zal het anders zeggen. Als je nou bijvoorbeeld, like ik ga nou met mijn dochter. Ik zal nooit met mijn dochter 2 dagen kunnen gaan, want die gaat al zeggen, ja, papa, het zondags, dat zie ik echt niet zitten om terug naar daar te gaan, want uiteindelijk, het is hetzelfde, hè, in principe. Ja. Maar dan moet je natuurlijk beslissen van, zaterdags doe je bijvoorbeeld de shops, hè, en een dag erachter kun je zeggen, ik doe de Q&A's, en eventueel de zijmagazijnen bijvoorbeeld. Ik zeg nog maar iets, hè. En dan kun je eventueel wel zeggen, ik kom 2 dagen. Maar zij doen die Q&A, die mensen doen die dat 2 dagen dan? Ja, ja, die zitten er 2 dagen, hè. Ja. Oh, mooi. Ja, dat wel, hè. Maar als je, like daar is Roekonkort, als je een beetje voort doet met rondstappen en dergelijke, dan heb je in principe alles op 1 dag gedaan. Ja, absoluut. Dus ja. Ik krijg al de kriebels van die parking daar. Ja, dat is ingewikkeld, hè. Godverdomme, dat is, man. Dat is echt ingewikkeld, hè. Dat heeft een naam, hoe heet dat wel? De Lus, nee, de Lus niet. De Loop. De Loop, de Loop, ja. Ah, daar in Gent, ja. Ja, dat vind ik al op het begin. Dan vind ik krullen mijn steen al omhoog als je dat moet binnenrijden. Als ik er vroeger naartoe reed, dan nog niet voor de website, ja, dan konden ze kon een paar mogelijkheden pakken waar je naartoe wou gaan voor te parkeren, maar ik vond dat altijd ingewikkeld. En nu is dat, om voor de website kunnen gaan, is dat even de afslag voor de IKEA afgegaan en je zit er al, hè, in principe. Dus dat is pakken makkelijker. Hè. De afslag van de IKEA afgaan. En al je rolletjes beginnen rijden apart. Ah, ja, je moet, maar dat is niet waar. Je moet gewoon dat stuk van de IKEA even volgen en je stopt erop. Hè. Oh. Dus ja. Okay. Ik volg altijd netjes dingen. Als ik zou cosplay doen, ik zou gaan als... Ah ja, maar dat moet de buurt wat kennen. Als je van die kant is en je kent de streek daar een beetje, ja. Ah ja, voilà. Als ik als cosplay zou gaan, ik zou gaan als... Razer. Als Razer. Ik zou gaan als Razer. Hm? Of als... goeie vraag, als wie zou ik gaan? Goh. Want je hebt wel mensen, pas op met die cosplay, je hebt hun kostuum zelf maken, is chapeau's, hè. Ik ben ooit eens geweest als dingen, als Ridderikke, voor dingen, voor Dark Souls 3? Was ik me goed herinner? En het spel nooit uitgespeeld. Nee. Dat pak onder was even moeilijk. Geraakt, was even moeilijk als dat spel spelen. Ik zie naar voren een scherpe neuvel gereden voor dat Ridder kostuum, denk ik. Oh. En dan zelf nog wat getweakt zo met dat ding, met de sun of dat gedoe daarop en zo allemaal. Dat is ook een jaar of 2, nee, hoe lang had dat gelezen? Hè? Nee, langer, 5, 6 jaar geleden al, want Nile heeft al een jaar of 3 gedaan, dus pakt 5 jaar of zoiets. Ja. Maar boh, dat is toch, ik zeg, het is plezant gelijk als ik zeg om een keer naartoe te gaan, maar ja. Nou, bij mij wringt dat dan dat ze, ik heb echt dat gevoel dat ze de mensen daar als een melkkoe zien. Maar tegen een zoek, je moet, allez. Er zijn verschillende. Ik zal zeggen, ons Lara die nou bijvoorbeeld 4 Funko's gekocht. Hè? Dus ik heb tegen haar gezien, zeg Lara, ik zeg, we gaan maar eerst goed rondkijken. Want elke shop dat je tegenkomt, hè, er waren shops bijvoorbeeld Funko's 2+1 gratis. Ah, ja. Dan was het in een andere shop, dat was allemaal 5 euro voor een Funko. Allee, dat waren wel al, dat waren niet zo recentelijke Funko's. Dat zullen zo Funko's geweest zijn, denk ik. Want de Razer had mij die foto nog doorgestuurd, waar ze misschien niet van afgeroken, ik weet het niet. Dan was er bijvoorbeeld een shop, die had stickertjes op de Funko's geplakt, van groen is 5 euro, blauw is 10 euro, enzovoort, enzovoort. En ze was aan een shop gekomen, en als ik haar er had laten doen, dan was ze 50 euro kwijt geweest voor 2 Funko's. Maar ja. Ja, en ik zeg tegen u, ik zeg, Lara, we gaan maar eerst even terug naar die andere shop van 2+1 gratis. En zat er uiteindelijk, had ze 4 Funko's voor, ik denk, koop en al 40 of 45 euro. Dus kijk. Dat is heel de ervaring met de loot en al die games, dat jij dat weet. Ja, maar dat is juist, hè. Maar dat is ook zoiets, hè. Want er waren, je moet een kat en kat noemen, er stonden chique dingen op facts, hè, die beeldjes van anime-figuren, ja, van game-figuren. Er stonden echt maffe dingen, ook qua Pokémon-kaarten. Ik heb daar totaal geen verstand van. De Razer is daar ook een kenner van. Maar er kun je, als je
Pokémon-kaarten zoekt, kun je daar zotte dingen volgens mij wel vinden. Zin? Als je een beetje wilt. Het enige waar ik wel naar aan het zoeken geweest was dingen. Naar, tussen de tweedehands games. Maar ook weer pokken duur, man. Echt waren een beetje een schande eigenlijk. Hè? Want, er waren bijvoorbeeld, ik kan nog niet direct een titel zeggen, wacht eens, op de Switch bijvoorbeeld. Dat was een spel, ik wil er vanaf zijn, ik weet het niet meer, dat kostte €45. Daar in die shop, tweedehands. En op de store kostte dat €20. Maar ja, niet fysiek dan. Dat ja. is gewoon de fysieke versie. Hè. Ja, dat gaat allemaal duurder en duurder worden, hè. Fysieke games. Dat is natuurlijk... op zo'n beurzen. Hè. Dat is natuurlijk misschien het verschil. Maar ja, dennoch, dat is €25 verschil. Dat vind ik toch wel een beetje... Maar welk spel waar dan zoeken dan? Ik was eigenlijk dingen aan het zoeken op PlayStation 3 van Wolverine. Ik heb dat nooit gespeeld en in de store kun je dat niet meer vinden. Allee, op de PlayStation 3 heb ik dat nog wel niet aan het zoeken geweest, maar ik weet niet, is die store nog online van de PS3? Nee, die is online. Voilà, dan is het gedaan. Hè. Maar kun je fysieke PS3 games op een PS5 spelen? Nee, hè. Wel op de PS4 wel, hè. Maar op de 5 niet. Hè. Maar ik heb mijn PS3 nog. Hè. Okay. Zeker, de Razer zegt hier, ik heb dat nog, denk ik. Op disc. Oh, kijk, ja. Hij verkoopt het voor... €500. $1 million. Verrobbeld. Och ja, ik zeg het. Ja, dat was ik aan het zoeken. Maar ik heb het niet gevonden. Maar ik vond wel het... Ja, ik heb natuurlijk dat deal met die arcadekassen gemist door de herverdeling. Want het ding was, je had een zijmagazijn waar je de eten kon kopen. Mm. En daar was nog een gang extra. Oh ja. En als je door die gang liep, kwam de blijkbaar uit op dat magazijn van dingen. Ah ja, misschien op premium staat, zegt Tim Verbeeren. Dat kan ook zijn in de... Oh, maar het is premium. Nee, dat heb ik niet. Maar allee, het was wel de moeite om het weer mee te maken natuurlijk. Ik zeg het, dat is altijd een leuke sfeer dat er hangt. Die cosplayers dat je er ziet. Mensen die er echt tijd in steken en hun... En onder kostuums en dergelijke, dat is echt wel chic. Hè. De slechtste cosplay die ik daar ooit heb gezien, dat was een dude. En die wil echt zo de stoer. Als ik toen als ridder daar op dat podium moest gaan lopen, die ging zo de stoeren uit. Met zijn zwet kostuum en deed Hitman na. Maar hij had zijn haar nog op zijn kop staan. Dat ik zeg van gast, alsjeblieft, als je Hitman. Iedereen zo wie doet. Ah, ik ben Hitman, ik ben Agent 47. Ik zeg. Doet dan wel je haar van je kop moeten scheren. Hè. Dat is nog zo. Ja, zo. Je kunt, ja, in films moet je ook niet altijd kaas scheren. Nee. Maar dat vond ik de slechtste. Badmuts verven. Ik heb echt wel heel... Daar lopen echt heel mooi... zeker bij de vrouwelijke cosplayers. Daar lopen wel... Je moet er vanaf blijven, hè, Praga. Dat is gewoon madammekes tussen, hè. Lara Croft. En wat ook een beetje... En, allee... Dat is mijn mening wederom. Dudes die verkleed zijn als vrouwelijke personages. Don't do that anymore, guys. Maar jij speelt ook als vrouw in sommige videogames. Ja. Dat is anders. Dat is maar toch volledig anders? Allee, Praga. Die mensen laten hun diepste verlangen naar buiten komen. En jij doet het stiekem. Maar er liep nou bijvoorbeeld een persoon ook, een mannelijk personage, die verkleed was als een Disney-prinses. Uit Frozen. En dat zou wel lachen zijn. Hij verkleed als die een uit Frozen. Jij met je baard. Of Praga als Lara Croft. Ja. Dat is toch maar dingen ook. Met Harley Quinn bijvoorbeeld ook. Hè. Dat is een fantastisch personage. En dan zit er een gast verkleed als Harley Quinn. Maar tegenwoordig, ik zeg het, Aaron, geslacht bestaat niet meer. Hè? Ja, niet meer. Je zegt mannelijk, vrouwelijk, non-binair, wel-binair, aseksueel, panseksueel. Dat zijn geen geslachten wat je nu opnoemt. Dat zijn geen wat er allemaal? Transgender man, transgender vrouw. Dat je het nog niet weet, dat je twijfelt, dat je een idee hebt. Als je zegt vandaag, ik voel me een pinguïn, moet je van mij pinguïn zijn? Wil je morgen een zeehond zijn? Wie houdt u tegen, man? Ja. Als je zegt, ik ga de gasten vandaag in bad liggen bij thuis en mijn bollen zo wat kletsen op elkaar. Voilà, is de Razer zegt zelf, dat is wel cool. Sociaal incapabele Michiel. Maar het was misschien de echte. Ik bedoel, ja. Alles nou,
alles mag en alles kan, dat klopt. Maar allee, ik vind toch wel dat ik er mijn mening over mag geven. Tuurlijk dat. Het is niet dat ik er iemand kwets of schaad. In uw geval is het verschil tussen man of vrouw 15 centimeter, in mijn geval 28 centimeter. Bedoel. Met de ene mens ligt dat verschil wat hoger dan bij de andere. Ja, dat is waar, Praga. Dat is waar. Maar ja, kijk, in ieder geval, we hebben er toch van genoten. Dus, dat is het voornaamste. Dat is het voornaamste, nee, voilà, het is erom. Maar misschien even een brugje, als ik mag. Ja. Waar ik helemaal niet van genoten heb, was Wrestling Cardbox Championship. Ja, dat is een schande, hè, man. Wat een draak van een spel was me dat. Nou, oké. €8,76. Ik heb toch opgezocht deze morgen. Ja, je moet een kat noemen. Allee, wrestling, dat is mijn dada. De onlangs WWE 2K24 gereviewd. En dat was dik in orde. En allee, als je een beetje hier van boven iets gezet net, weet je ook natuurlijk dat je met dozen gaat worstelen. Dat dat niet hetzelfde niveau kan halen als een WWE-game. Maar, ik heb het ook in de review gezet. Toen je mij de mail stuurde, Praga. Oh ja. Van wil dit eens niet proberen? Hè? En ik had de titel gezien. Ik zweer het echt waar. Ik had gedacht van, like dat ik op de GSM speel, WWE Supercard, dat dus een spel ging zijn op via Steam met wrestlers, bestaande wrestlers, die op kaarten stonden. En dat je met die kaarten moest worstelen. Like dat ik op WWE Supercard moet doen. Maar toen, als ik die code ingaf op Steam, dan dacht ik van, what the hell is dat? Ja, ik heb het gezien. Ja, kijk, het is heel simpel gezegd. Het is een worstelspel met dozen. Effectief, kartonnen dozen. Ik dacht van, ja, weet je, ik kon het een kans geven. Het is een indie game, je weet nooit, misschien kan het verrassen. Maar het heeft mij helemaal niet verrast. Het was zelfs verschrikkelijk verrast, als ik het dan zo moet zeggen. Als ze mij dat willen verrassen. Assen. Dat beter geweest. Of onaangenaam verrast. Ja. Ja. Dus ik doe die menu open. Je hebt vier verschillende modus. De vriendschappelijk. De mode dat je met vrienden het spel speelt. Je hebt de gewone quick match optie, hè? Dus de box versus AI, artificial intelligence. Mm. Je hebt de career mode en je hebt de, wacht eens, box of fighters of zoiets, king of the ring, like dat je in WWE hebt. En deze was box of ring of zoiets, denk ik. Dus eigenlijk een toernooi dat je speelt, waardoor dat je, als hetzelfde principe is als king of the ring, als je wint, dat je verder gaat, zo naar de finale en zo box of the ring werd. Het enige probleem was, je kon dat nog niet spelen. Want dat was nog niet beschikbaar in dat spel. Dus ik dacht van, oh, weet je wat, als opwarmer, ik speel even tegen de computer. En ja, je zit een doos, hè. Je kunt kiezen tussen een schoendoos, je kunt kiezen tussen een archiefdoos, je kunt kiezen tussen een recyclagedoos. Je hebt vier of vijf verschillende types in het begin van het spel. En je hebt een normal attack, je hebt een strong attack en je hebt een finisher. En je kunt ook, warempel, springen. Springdoos. Ja, dus je kunt toch wel qua moves kun je ietsje doen. Maar het ding is, als je dus slaagt of normale attacks doet, schuif je eigenlijk al doos vooruit. Dus je attackt met jouw doos, botst eigenlijk tegen de andere doos. En als je strong attacks wilt doen, doe je dat eigenlijk met een aanloopje. Dus dan doe je dat ietsje sterker. Ja. En dan Aron, stop. Met mijn oren kunnen het niet meer aan. Heb je nog iets plezants te vertellen over Dragon's Dogma? Nee. Maar ik vraag mij, dit soort games eigenlijk, ik vraag me af, hoe komt het daarop om dat te maken? Ja. Dat moet toch ontstaan als soort grap? Dat kan toch niet dat je als developer zegt, kijk, ik ga geld en tijd investeren in het oprichten van een game studio en ik ga dit spel maken? Dat kan toch niet, man? Dat moet toch een soort grap zijn wat dan uit de hand is gelopen en gereleased als game?
je hebt toch nog zo van die super slechte games waarvan je zegt van man. Ja, vooral op Steam, hè. Daar kunnen soms, ja, elke dag komen er 30, 40, 50 nieuwe games als er niet meer zijn. Ja. Maar het zijn vaak games van 2 euro of zo. Hè. Dat is gemaakt door ene persoon in zijn slaapkamer als hobby om te lachen, ja, vaak. Maar dan nog, wat heb je daaraan? Die studio, Aaron, welke studio is dat? Was dat? Ik heb het niet. Maar ik weet niet of dat waar is, hè. Maar die hebben blijkbaar, ik kan dat dus niet geloven, maar die hebben blijkbaar 4 jaar aan dat spel gewerkt. Dat kan ik dus echt niet geloven, hè. Nou, moet toch geld kosten dan ook voor die mannen, hè. Ik heb het gelezen. In die studio Evil Geometry. Ja, dat was juist, ja. Maar ook die omschrijving, wat die mannen zeggen van dat spel, van, wat was er dat ze zeiden? Die omschrijven het spel als volgt. Hè. Stap in een wereld waarin kartonnen vechters met speciale vaardigheden tegen elkaar opnemen en een gameplay-ervaring vol humor, strategie en actie. Ja. Allee, er zit niks strategie in. Allee. Ik bedoel, like de career mode ook, dat is nog het laatste wat ik erover ga zeggen. Ik dacht van, ik kon de career mode spelen. Hey, misschien ontdek ik hier wel iets fantastisch. Hey, je weet het nooit. Maar de story begint. Hey. Je speelt 2 gevechten in chapter 1. En chapter 1 is erbij. Dan begin ik met chapter 2. Wat logisch is, dat was nog niet beschikbaar. Ik moest eerst zo'n midweek fight doen. Dat heb ik dan ook gedaan. En dat was chapter 2 beschikbaar. Dus ik speel chapter 2 ook nog. Dat is uiteindelijk 1 gevecht. Chapter 2 is uitgespeeld. En dan stond er bij chapter 3 en verder, want ik denk dat, als ik zo wat snel gekeken heb, dan er 6 chapters zijn, maar die zijn ook nog niet beschikbaar. We moeten voor de update wachten, totdat er eerst een update uitkomt, en dan pas kunnen de career mode voor de zet. En daar hebben die dan 4 jaar aan gewerkt. Ja, dus ik kan... dat spel kun je echt niet serieus nemen, hè, like dat Janik ook zegt. Hè. Ik weet niet meer waar we aan die keys in geraakt, eigenlijk. Ik weet, de Kev kwam daarmee af, zeker, hè? Ja, misschien is Kev een van die ontwikkelaars. Nee, wat is, ze komen uit Mexico, komen die mannen. Mexico. Ja? Oei, shit, ze biedt een kartel op mijn doos. Ja, je zegt dat zoiets, man. Je zegt dat zoiets. Nee, eigenlijk, ik heb dat zien passeren, die mail van de Kevin. Dat is juist ik zag gewoon WWE staan. Dat zal iets voor de Aaron zijn. Wacht, hè. Hebben ze goed liggen gehad. Dat was echt Pandora's box, jongen, dat je niet mocht openen. Ja, het is echt straf aan zo'n games gemokt werden. Allee, ja. En als dat effectief waar moest zijn, dat die er 4 jaar aan gewerkt hebben. Ja, dat ik weet zo, ik niet. Ja, die 4 jaar aan toegewijst hebben. Game developers maken dat op een week, denk ik. Ze. Ach, maar ja, dan moeten nog echt professioneel in die industrie zitten. Die maken echt wel op een weekje zoiets. Ja. Het was hullen met de pet op, hallo kroket. Verdomme. En dat spel dan nog niet aan verzoeken. Allee, dat je die career mode en zo nog niet kunt spelen. Allee, gelukkig misschien. Mag je dat hier opent op your Steam? Your game keys from Indie Pump. Maar toen ik het gisteren aan het spelen was, voor de review, was er 4 man online. Toch straf eigenlijk, hè? Had er 4 man dat spel aan het spelen was. Ik heb het hier staan, we hebben dat via Indie Pump gekregen. Is a rapidly growing gaming ecosystem that connects indie developers with content creators like you. Ja. Oh, een influence Indie Pump. Oh, is Indie dat Pump kan dan? Goed zijn. Mosh Dev. Ja, godverdomme. Een van deze dagen staat een onkel van Pablo Escobar voor de deur daar. Dat is de Colombiaan, ja. Hè. En dan vinden mij terug. Dan vinden mij stukken terug in verschillende dozen. Stel u voor. Ja, Indie Pump was een organisatie die ontwikkelaars van indie games. Maar wat ik nergens zie staan, is hoeveel mensen dat daar werken aan. Bij die. Wat zeg je, eigenlijk als gezegd, een man of 2, 3, hè? Ja, ja. Meer niet, hè? Ja, het is. Ik heb het een kans gegeven, maar ik heb de doos terug dichtgedozen. En ze zal ook dicht blijven. Ja, dat zal wel zijn. Dan waren de Steam en de relapje, maar dan. En dan heb je op je doos gaat vragen, zeg ik hier. Ja. Nee, geen ene keer. Jonas Zieltje zegt: wrestling, doos were the days. Mosh Def zegt: je hebt een kat in een doos gekocht. Ja.
Arnold Frissig Brantano versus Torfs. Ja, schoendoos. Ik heb van de Razer schoendoos en Arnold Fris springt erop. Goeieke gevonden. Goeieke heb gevonden. Nee, oké. Heb jij nog iets zinnigs te vertellen aan de mensen? Ikke. Of Jannik. Ik ben momenteel aan het kijken naar die nieuwe serie die gestart is op Netflix. Parasite The Grey. Ah, en? Korea, parasieten, buitenaardse wezens. De eerste twee afleveringen. Ça va. Die From, dat is ook nieuw sinds 2 april. Dat is iets van een horrorreeks. Daar durf ik niet naar kijken, maar het zou naast goed zijn. Ja, maar dat is al eens op dingen geweest, hè? Op tv zelf ook, hè? From? Ja. Maar dat weet ik niet. Ja. Is dat zwaar een horror? Of, ik moet zelf nog kijken. Vragen? Oké. Wat heb ik nog? Shogun uiteraard. Dat heb ik op streams 1883 gezien. Die western-serie. Ah, ja. Heel mooi en ontroerend einde, echt waar. Amai, ik ga niet zeggen dat ik tranen in mijn ogen had, maar het heeft godverdomme niet veel geschild. En het is lang geleden, maar nog zo... Geëmotioneerd. Ja, een dag of 2, 3 dacht ik van, nee man, dat kan toch niet. Ja, dat ik er door aan gedaan. Was een schoon, heel mooi verhaal, echt waar. Ja, echt waar. En dan, wat nog met mijn vrouw? The Regime met Kate Winslet en Matthias Schoenaars. Dat is volledig geschift, dat is echt geschift. Ja? Hoe? Man, dat is geschift. Dat is echt... Dat is te zot voor woorden. Kijk daarnaar, dat is echt zot. Dat is echt zot. Maar dingen, morgen. Wacht, morgen zijn we dun. Nee, is het niet over morgen? Nee. Morgen in plaats. Dus morgen 10 april in plaats van 11 april. Ah. Een dag vroeger komen de 8 afleveringen op Amazon Prime Video te staan van de Fallout-serie. Is dat morgen al? Ja, morgen in plaats van overmorgen. Is dat het ganse seizoen? Ik denk het, ja, 8 afleveringen. Voilà. Aurelien, ik zeg het u hier dus vanaf morgen om wat uur is, want er is een tijdverschil op mijn dier natuurlijk, die mannen. Hè. Ik weet niet hoe laat, maar 10 april sowieso komt het op Amazon Prime Video te staan. De 8 afleveringen zijn pijs ik. Ah, er zijn geen reviews van, blijkbaar. Nee, en er zou zelfs al het tweede seizoen zou al zo goed als bevestigd zijn ook. Nog voor seizoen 1 is uitgezonden. Dat is toch raar, dus, eigenlijk, hè? Ik ben curieus, want ik heb geen Amazon Prime video abonnement. Maar dat is 4 of 5 euro. Ja, dat is niks. Dat kost je geld. 4 of 5 euro voor Prime en een paar euro's voor Netflix. Oh, wat niet. Dan moet je iets annuleren, hè, man. Ik doe dat ook. Maar je kunt het gewoon eens voor een maand nemen, hè, en dan cancelen. Ik wil zeggen, seizoen 2 van Nonkels heb ik op 2 avonden uitgekeken. Ah, ja. Op streams, dan ben ik ook op Play 4. Ja, ik denk op VTM, denk, van de 2. Volgende week. Dat is ook wel. Ja. Dat is ook zo. Dat is zo marginaal als dat groot is. Dat is man. Echt waar. Ja. Kijk er ook. Te zot voor woorden. Dat gezegd, hoe kom erop? Ongelooflijk. Maar bon. En jij, Jannik, heb jij nog iets te. Ja, over series. Allee, we zullen misschien afsluiten met een tip of zo. Onlangs had ik Apple TV genomen, speciaal voor Masters of the Year. Ah, ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik heel content ben van Apple TV, want er staan wel heel veel die een originals eigenlijk, Netflix er ook heeft, zijn wel echt heel goed. Ik ben momenteel aan het kijken naar Silo en dat is fantastisch. Ja? Dat is ook gebaseerd op een boekenreeks, maar ik denk dat dat al meermaals is verfilmd geweest of een serie is gegoten met deze. Als je de scores bekijkt ook op IMDb, krijgt echt wel meer dan 8,3 denk ik, en dat is echt zijn score waard. Hè. Hoe schrijf je dat? Silo? Is dat Silo? S-I-L-O? Ja, S-I-L-O. En dat is ook omdat ze leven in een silo. Daar wonen maar 10.000 mensen in. En er wordt hun, dat weet je nu al, dat heb je al door eigenlijk na een half aflevering, wordt hun eigenlijk wijsgemaakt dat het leven daar buiten, dat je dan sterft als je naar buiten zou gaan, dat de lucht aan je vergiftigd is. Ja, ja, ja. Maar je hebt al vrij snel door dat dat waarschijnlijk een leugen is, dat ze die mensen in die silo willen houden. Maar het is ook met Rebecca Ferguson, hè. Die is momenteel wel heel populair, vooral van Dune. Het is echt fantastisch, die serie. Ik kan die alleen maar aanraden. Ik heb nu de eerste 4 van de 10 afleveringen gezien, op 1 of 2 dagen. Maar is dat sci-fi? Is dat actie? Is dat... Goh, ja, dat is een dystopie. Is dat sci-fi? Nee, dat is eigenlijk speelt zich af in de toekomst. Maar het is niet echt... Het neigt wel het meeste naar sci-fi, ja.
Natuurlijk, er moeten nog 6 afleveringen volgen. En seizoen 2 komt ook binnenkort, denk ik. Deze zomer of dit najaar. Dus ik ben nu dat eerste seizoen aan kijken. Dat is echt, echt wel de moeite. Daar raad ik echt iedereen aan. Dat was echt maar wel een tip. Apple TV, dat krijg je dan via dingen? Via Smart TV of wat? Ja, ik heb zo'n Chromecast van Apple TV. Ik heb dat in der tijd gekocht. Speciaal voor NBA TV te kunnen hebben. Maar nu staat er intussen nog op de Xbox, had ik gezien. Ah ja, maar ah, ja dingen heb... ook. Just hier van die box van Telnet ook. Just Apple TV staat er ook op. Maar ook, en elke serie van, die je dan ziet op Apple TV is allemaal in Dolby Vision, Dolby Atmos. Dus als je zo'n LG OLED TV hebt, is die beeldkwaliteit echt fantastisch, hè, van, ja, ja, van die series. Sommige Netflix-series hebben dat ook, maar niet allemaal. Maar die van Apple TV, ja, er staan nog zo'n paar hele goede series op, originals, die ik eigenlijk allemaal wel wil zien. DC is blijkbaar ook heel goed, met Jason, noem hem, Jason Momoa. Ja. Ah, ja, is dat goed? Ik heb dat, ja. Ja, ik weet niet. Ik denk dat Frumberto daar wild van is, dat hij dat eens heeft aangeraden. Ik zie, ja. Want ik heb ooit op Netflix die reeks gezien, ook een soort van westernreeks met Jason Momoa. Frontier heette dat. Ik was ook een hele grote fan van. En wat dat Razer dan zegt, Monarchy Legacy of Monsters? Dat heb ik ook zien passeren, maar ja, ik zeg het, ik heb het pas sinds vorige maand voor die Masters of the Year. En dat was ook trouwens heel goed. Ik vond het beter als The Pacific, maar minder goed als Band of Brothers. Ja, Band of Brothers is legendarisch. Ja, ja, het is hetzelfde productiehuis en zo, thans wel. Maar ja, Band of Brothers kan niet meer, denk ik, overtroffen worden. Oké. Okay. Dus je moet... Ja, je moet Apple, nee, je moet geen Chromecast hebben. Als ik nu gewoon een smart TV heb en ik ga naar dan Apple TV, staat op de meeste, staat op de meeste. En het is dus, denk ik €9,99 per maand, vind ik. Maar ik heb ook keuzes moeten maken. Ik heb op dit moment enkel streams en Apple TV. Disney heb ik opgezegd en Netflix heb ik ook opgezegd. Ja, ik ook. Ik heb alleen Amazon voorlopig. Want de rest wordt niet bekeken, dus waarom moeten we dan betalen? Ja, voilà. En het beter gewoon afzetten, nee, ja. En je kunt het al pakken, iedere maand. Ja, maar je moet dat tactisch oppakken, hè, Praga. Je moet, als je, like dat, jij ziet 3-4 series door elkaar, maar dan moet je zeggen, je spreekt af met Pascalke, en je zegt van, kijk schatke, we kijken deze maand alleen Netflix. En dan kun je de rest skippen, en dan de volgende maand zeg je, kijk schatke, we cancelen Netflix en we pakken Disney Plus. En dan kijk dat blijft bezig. Ah, dat is op een gsm 2 knopjes en het is afgesloten. Op een abonnement. Ja. En dan moet je dat weer aansluiten. Dat is een minuut werk. Ja, natuurlijk dat, Praga. Je betaalt dan liever €32 per maand voor iets waar je niet naar kijkt. Ja, vaak zit eigenlijk al 3 series naar elkaar op Disney te kijken. Met je Netflix-abonnement loopt door, Apple TV loopt door, terwijl je daar eigenlijk al 2 maanden niks op in het zien bent. Ja, wij hebben dan onze gedozen, want wij kwamen erop uit van ja. Wij hebben ook nog gewone TV, hè? Dus wij pakken ook soms nog series die aan op TV werden getoond. En wij hebben nu op de Digibox, ik denk een serie of 4 dat we nog moeten bekijken. Ja, waarom zouden we dan Netflix en Disney Plus moeten pakken? En ja, ons Lara is ook niks aan het volgen op die streamingdiensten. Dan is het een beetje stom. Allee, ik zal wel zeggen, sommen geteld rond de €30 te betalen voor iets waar je die nog kijkt. Ja. Ja, dus ja, okay. Allee, ja. Ja, ja. Allee, dat is mijn visie erover, hè, Praga. Gelijk. Allee, ja. En ik heb met mijn vrouw, hè, want ik zie met mijn vrouw ook superveel series. En ons Lara die kijkt soms ook dikwijls met ons dingen mee dat wij naar kijken. En dan hebben wij gewoon gezegd van kijk, deze maand is die streamingdienst dat we pakken. En dat blijft er toch op staan. Hè. Dat duurt heel lang hier dat eraf gaat. Dus je hebt eigenlijk altijd tijd genoeg. En die om de originals mond... blijven staan. Allee, maar ja. En die sowieso, Amazon zou kunnen pakken dan nu gewoon een maand voor The Boys al laten zien. En The Boys. Ja. Ik heb bijvoorbeeld Amazon genomen om Saltburn, die film, te zien. Want dat was de enige manier om die te bekijken. Die staat enkel maar op Amazon. Die komt ook op geen andere. En dat gaat bij Fallout ook zo zijn. Hè. Ik doe dat bijvoorbeeld met Netflix. Doe ik dat als Black Mirror seizoen 6 is aangekondigd voor 25. Dan neem ik dat ook weer een maand. Hè. En als er dan op die maand nog iets is wat ik snel wil zien, kijk dat op die maand dan.
Maar ik ga dan niet Netflix laten lopen nu jaren voor enkel Black Mirror te zien. Waar zou ik dan 18 euro per maand betalen? En streams vind ik, ja, dat betaal ik gewoon 6 maandelijks, omdat dat qua prijs heel goed meevalt. Dat is iets van 70 of 80 euro voor een half jaar. En er staat redelijk veel op ook dat ik wil zien, dus... Ja, dingen, ik moet toch die Tokyo Vice beginnen kijken. Dat is goed. Dingen, Rabbit Hole, ja. De regime zijn we aan het kijken, en dan Nonkels hebben we gezien, dus... Ja. Maar ik durf bijna niet te zeggen, maar ik ga het nu toch doen, dat ik Game of Thrones nooit gezien heb. En hetgeen wat mij tegenhoudt, is omdat iedereen zegt van dat die laatste 2 seizoenen zodanig slecht zijn. Dus ik heb schrik om daaraan te beginnen, daar zo aan verslaafd aan te raken, om dan voorhand te weten van, ja, dat gaat super slecht eindigen. Dat is hetgene wat mij tegenhoudt om daar eindelijk aan te beginnen. Het einde is echt... Het is vooral het laatste seizoen. Het probleem is dan de vorige seizoenen... Het laatste seizoen is slecht, omdat de andere seizoenen zo goed zijn. Dat is eigenlijk het grote probleem. Ja. En allee, ik moet wel zeggen, ik heb ook een neef van mij bijvoorbeeld, die weigert om het laatste seizoen te kijken. Dus die heeft, hoeveel seizoenen zijn het? 7, 6? Ik wil ervan afzien. 6 of 7, denk ik. Dus die meer, hè? Is die meer? Ja. Maar die spin-off moet het er niet bij tellen, denk ik. House of Dragons. Ja. Dat was wel goed, die kort seizoen 2, hè. Dat was wel echt goed, hè. Allee, en dat is Amazon, of? Dat is streams. Ook streams, ja. Ah, dat is ook van HBO. 8 seizoenen. Ja. 8 seizoenen. Game of Thrones. Maar ik vond Game of Thrones fantastisch, maar ik heb, ja, omdat je al 7 seizoenen, ze worden die nog gezien, dan er 8 seizoenen van zijn. Maar die eerste 7 seizoenen, die zijn fantastisch. En ja, sorry, ook al is dat 8e seizoen pokken slecht, ik heb dat wel gekeken, want ja, allee, hoe allee. Het is wel een van de strafste en meest epische tv-veldslagen ooit in, hè. Was het maar lastig, hoeveel afleveringen zijn ongeveer per seizoen? 20 afleveringen? 10. Nee, 10 afleveringen, dacht ik. En een klein uurtje waarschijnlijk. Zo, ja, 5. Zitke, ja. Oh, ja. Als Fraser zegt, is Game of Thrones niet te veel blabla. Dat zijn dingen waar gebabbeld wordt, maar er is ook elke aflevering gebeurt er niet. Voilà. Elke aflevering heeft zijn what the fuck momentje, dat wel, vind ik. Voilà, ik vind elke ook, aflevering dat je zegt, van godverdomme. Als je wat fan zit van fantasy en al, moet je dat sowieso zien. Game of Thrones. Maar ik wil dat lang zien, maar het is omdat ik weet dat dat zo slecht eindigt. Dat ik zoiets heb van, gaat dat niet de laatste aflevering weggegooid in tijd zijn? De laatste twee. Ik vond dat niet, Yannick. Ik vond niet, omdat dat laatste seizoen wat tegenviel, dat je dan iets zat van, nou, we hebben kiksen te kijken. Lekker bijvoorbeeld met Lost, dat is iets anders. Ah, ik wou juist zeggen, Lost is mijn favoriete serie, ondanks dat die laatste 2 seizoenen zo slecht zijn. Maar die eerste 4 seizoenen maken alles, ja, dat is zo goed, hè. Maar ja, inderdaad, is ook serieus, ik raad het ook, met Lost. Maar ik raad het wel iedereen aan om te kijken, ook al zijn die laatste 2 seizoenen slecht. Dus misschien moet ik daaraan denken dan van, oké, Lost was ook slecht op het einde, maar die eerste 4 seizoenen zijn zo goed. Maar dat is lekker als The Walking Dead, had ook veel blabla, ook veel actie, maar dat laatste seizoen van The Walking Dead... Rick was ineens weg, Michonne was weg, de dochter allemaal was weg, er bleef niemand over buiten Daryl en Carol. Ik vond The Walking Dead op zich wel amusant om te kijken. Ja, ik ook. Ik vond dat fantastisch. Ja, oké, maar ik had mijn tijden toch op in een of andere manier. Ja. Maar ik zou toch wel zeker kijken, Yannick. Naar Game of Thrones. Ja. Moeten wel heel veel. Want ik ben ook wel zo iemand, gelijk met games, als ik een serie kijk, is meestal wel maar 1 tegelijkertijd. Dus als ik dat nu doe, weet ik wel dat ik de komende half jaar niks anders ga zien. Ja. Want ik kijk niet dagelijks naar series, ik bijvoorbeeld. Maar pas op, als je Game of Thrones begint te kijken, kan het wel eens zijn dat je zonder dat beseft 3-4 afleveringen naar elkaar kijkt. Met er zijn series waarin ik dat heb, bijvoorbeeld Lost had ik dat. Ja. Twin Peaks kon ik dat niet. Dat was te zwaar. Dat was max 2 afleveringen, dan zijn ik het een paar dagen af. Want... Dat snap ik. Dingen Lost, dat was ook, zoiets van... What the fuck did I just see? Allee, Lost, je moet een kat noemen. Lost, dat was toen dat uitkwam, fantastisch. Hè? Ja. Maar dat was ook eigenlijk iets dat je nog niet echt gezien had. Ja. Maar, ik kon het niet spoilen wat het is. Maar uiteindelijk, als je een beetje logisch nadenkt... weet je eigenlijk vrij snel waar het er niet in zit, hè? Ik weet niet. Bij Lost? Ja. Met die tijden en zo allemaal, ik weet dat niet. Dat is toch niet... Ja, ik met mijn vrouw hadden, toen we de laatste aflevering, of een van de laatste afleveringen aan het kijken waren van Lost, keken wij zo naar elkaar. We zeiden van, ja,
Dat we in een seizoen niet toch al gezien dat dat zo ging eindigen? Oh, nee, ja. Ja? Ik vond het gewoon een fantastische aflevering, die eerste keer dat ze zo die een bunker tegenkomen en dat die... Die code. Ja, die code zo op de buitenkant zat gekrast, dat vond ik echt fantastisch. Dat, is waar, dat klopt volledig, ja. De zwarte rook. Ja. Dat was in het begin al, hè. Ik had goed eens afsluiten met een aanrader, vind ik persoonlijk, voor de anime-liefhebbers. Oei. Als die hier zijn. Ik heb er met een Bruno ook even over aan het babbelen geweest, want ja, dat is ook een anime-liefhebber. En ik heb vandaag de laatste aflevering gezien van Solo Leveling. Wie een beetje gekend is met anime, kan het zijn dat de serie misschien kent, maar het gaat over Sung Jin Woo. En dat is een hunter. En wat is er gebeurd in de wereld van Solo Leveling? Er ontstaan gates. En dat zijn eigenlijk dungeons. En elke hunter is geclasseerd in een rank. En het gaat van de S-rank, dat zijn de sterke hunters, richting de E-ranks. En dat zijn natuurlijk de zwakke hunters. En Sung Jin Woo is helaas de zwakste hunter die er bestaat. Dat is dan ook nog eens het hoofdpersonage van de reeks. Maar het ding is, die wil dat toch blijven doen. Want het ding is ook wel, als je sterft in die dungeon, zit je ook in het echt dood. Dus je stapt die dungeon binnen en wat is de bedoeling voor die dungeon te clearen? Denkt een beetje game gerelateerd. En alles wat ze er verdienen qua loot en dergelijke, dat kunnen ze in de echte wereld terug omzetten naar sterkere armor, sterkere wapens en zo. Of bijvoorbeeld ook goud. In het geval van Sung Jin Woo, die wordt eigenlijk altijd gekwetst. Die speelt altijd met de dood. En die wordt dus eigenlijk ook altijd continu geheeld. Want er zijn ook verschillende classes die meedoen aan die dungeons. Maar in de eerste aflevering of de tweede aflevering komen ze door een foute beslissing in een dubbel dungeon terecht. En dan begint het feest pas echt. Mm. Ik ga voor de rest niks meer zeggen. Maar als dit kleine intermezzo al interessant genoeg klinkt, moet je zeker verder kijken. Want vanaf aflevering 3, of toch zeker aflevering 4, begint het voor ons zeer interessant te worden. Wat is dat? Zal ik zo zeggen. Op welke post is dat? Ja, dat is anime. Je kunt dat op Crunchyroll kun je dat zien. Of op bepaalde websites. Ah ja, bepaalde websites. Maar ja, anime, dat zijn tekenfilms, hè? Nee, dat zijn geen tekenfilms. Dat is jawel. Nee, dat is geen tekenfilms. Cartoons. Dat zijn geen cartoons. Hoe heet dat ding? Solo Leveling. Hey, Kenshi. Dat klinkt zo fout, vind ik. Solo Leveling, toen heb ik aan een masturbatie, denk ik. Ja, maar dat is zeker de moeite waard. De Bruno, we kennen de Bruno ondertussen allemaal een beetje, had de eerste 3 afleveringen gezien en hij was er nog niet wild van. Maar die raakt niet zo snel wild van iets, Bruno. Dat moet al... Ik was er met hem een beetje over aan het joken via Messenger. Het is ermee. Dat is toch een tekenfilm, gast? Nee, dat is geen tekenfilm, dat is anime. Dat is geen tekenfilm, Praga. Mickey Moes, dat is een tekenfilm. Mickey Moes. En waar is Pokémon? Dat is ook anime. Ja, dat is ook anime. Rido of Healer, dat ken ik niet. Kimpen, dat ga ik eens checken. Maar het is gedraaid specifiek om Praga aan, dus... Dat is misschien raar, of er zit iets meer achter alles... misschien. Dat is toch dat is een tekenfilm, fuck it. Nee, dat is geen tekenfilm. Reader of Healer, kan die eens opzoeken. Er is een verschil in Praga tussen tekenfilm en anime, hè. Wat, Reader of Healer is aan de naam van een serie. Ja, dat zal ook wel... dat is ook anime. Reader of Healer trailer. Anime. Wel. Kaifuku Yutsushi no Yari no Shu. Nee. Kaifuku Yutsushi no Yarinoshi. Dat is ook een keer film, zie je het. Wel, alleen kijken. Hola, dat is... wel alleen kijken. Ja, dat kan om 2 redenen zijn. Hè.
Oftewel komt er veel bloed in, oftewel veel bloot. Geen een van de twee. In mijn trailer toch niet. Ja, dat is zo met die muziek. Dat is zo die muziek uit Stellar Blade dat je daarin hoort, precies. Ah ja, ja, ja. Je zou op de verkeerde website denk ik. Bij mij, ik op YouTube gekeken, dat Redo of Healer, dus... Maar die dingenracer, die Ninja Kamui, dat gewoon een koek, dat staat ook op mijn lijst om eens te checken. Die een trailer had ik gezien had. Allee, stukje trailer. Zag er zeer belovend uit. Kamui. Je slaapt zeker niet. Ikke? Zeer weinig. Al die games, al die series. Ik slaap ongeveer 5 uur per nacht. Maar ik ook nu al 5, 6 max. Dat is ook zoiets. Kijk, voilà. Ninja Kamui. Ja, ik vind dat fantastisch, jongens. Anime, ik kijk allee, die verhalen soms en wat dat eruit ziet en zo. Ik vind dat de max. Want ik vind die Ninja Kamui nog het beste wat ik hier deze avond heb gezien van de 3/4 trailers. En wat is die Cyberpunk Edgerunners? Is dat ook anime? Want dat vond ik wel fantastisch goed, maar dat is omdat ik fan ben van Cyberpunk natuurlijk. Maar... Als dat is ook anime, het ding is, heb je dat nog niet gezien? Ik heb dat nog niet gezien. Ah, maar je hebt de game ook nog niet gespeeld. Nee, jawel, dat is de reden eigenlijk. Is het nodig van... Nee, absoluut niet. Ah, je kunt het gewoon zien zonder de game af, hè? Absoluut wel. Het speelt zich gewoon in dezelfde wereld af, hè. In Night City. Is niet dat je spoilers of zo... Nee, helemaal niet. Hm. Nee, want de deal... Want nadat de anime is geweest, hebben ze in de game wel zo van die easter eggs erin gedaan. En ook zo dat je wat gear kunt vrijspelen, dat gericht is op de anime. Maar het was wel echt goed. Dat vond ik wel goed. Ah, het is omdat triestig is, of wat, Kempe? Ja. Het is als dan de gezinsleden niet zien dat je zit te wenen bij een anime. Daarom moet het alleen zien, of wat? Het is niet like dat ik dacht. Bloed maar, of bloot. Maar hou de zakdoekjes maar gereden als je alleen bent. Kan het anders zijn ook. Ah, zo dan. Ah ja, dat kan ook natuurlijk. Dit gaat over tristige series. Echt, mannen mogen huilen. Mannen mogen zeker huilen. Braga zeker vindt van niet. Dat is jawel, jongen. Maar anime, dat komt toch van animatie? Nee. Dat is jawel, gast. Dat is niet waar. Oké. Allee, Aron, jij mocht dan het afscheid doen ook aan de mensen. Het afscheid? Ja. Afscheid nemen bestaat niet. Kijk, dames en heren. Ik wil u hartelijk bedanken. Voelen die mensen zich anders? Het is mijn afscheid. Het is mijn afscheid. Ja, ah, voilà. Jij mocht vandaag afsluiten. Dames en heren, nogmaals. Mm-hmm. Ik wil jullie geweldig bedanken voor ons bij te wonen bij deze bijna 2 uur durende Pragalesjes live aflevering 30 die zich afspeelde op 9 april 2024. Onthoud het goed, aflevering 30 op april 9, maand 4, 2024. Goh. Binnenkort spelen we samen Destiny. Ja, wauw, geweldig. Ongelooflijk. Ja, we zullen een keer intern daar eens gaan bekijken van die Discord, dat de community, dat die onderling wat kunnen afspreken. Of dat we ergens iets op, ik weet niet of dat ook via Facebook zou gaan, dat we daar ergens een paar dingen plaatsen. We zullen dat eens bekijken. Ja. Dat de mensen onderling kunnen afspreken om samen te gamen. We kunnen meespelen. Voilà. Maar er is wel een addertje onder het gras, Jan. Moet je nog melden aan het volk. Je gaat er enkel in komen als je €25 betaalt. Dat is een grapje, hè, boys. Boys and girls. Oké. En misschien moet iedereen die er is al misschien een keer Destiny 2 beginnen te installeren en te spelen. We zien dat iets voor hun is. Want Destiny 2 is toch een gratis de basisgame. Dus je weet, als we dan raids moeten doen of het een of het ander. Hè? Ik ga straks Destiny 2 installeren. Dat zal het ook doen, zo dat ga ik doen. Okay, want het is mijn Destiny om dat te doen. Oké, mensen, iedereen hartelijk bedankt om ons ook deze avond weer te volgen en naar ons gelul en gezever geluisterd hebben. We zien jullie graag terug volgende week, dinsdag neem ik aan. Hè. We gaan het op dinsdag houden, zeker. Voor mij is dat zeer goed. Dus normaal gezien volgende week dinsdag om 8 uur, uiteraard weer met de
de blijf hangen.